Laten we beginnen. Dames en heren, goedenamiddag. En welkom in de naam van de Nationale Bank van, België. Heet ik u alle hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminarie voor leerkrachten economische wetenschappen. Het doet ons veel plezier dat we u persoonlijk kunnen verwelkomen in de bank. En u bent hier vandaag met niet minder dan 60 mensen. En dat u opnieuw met zo'n velen naar hier bent gekomen, toont uw enthousiasme voor dit seminarie. Alle presentaties vandaag worden opgenomen en binnen enkele dagen op de website van de bank gepubliceerd. Elke presentatie zal afzonderlijk beschikbaar zijn. En zo kunt u deze, indien dat u wenst, gebruiken voor uw studenten in de klas. Met dit seminarie willen we u niet alleen inspireren voor uw lessen, maar ook een inkijk u geven in de recente werkzaamheden van de Nationale Bank. U maakt vandaag kennis met een aantal van onze economisten. Zij antwoorden graag op uw vragen en die mogen best pittig zijn. Dit seminarie is voor hen een mooie gelegenheid om te sparren met een belangstellend publiek. En dat is heel belangrijk. Het gekozen thema van dit jaar luidt als volgt. Zo, de Belgische economie moet duurzaam welvaart creëren. En er worden in dat verband 4 belangrijke onderwerpen uit de actualiteit voorgesteld. Zij behoren niet alleen tot onze belangrijke bezorgdheden, maar doen ook bij elke van ons tal van vragen rijzen. We zullen deze zo nauwkeurig mogelijk proberen beantwoorden. De eerste presentatie, die wordt gegeven door Jeff Boeks, gaat over de aantrekkelijkheid van onze economieën en de efficiëntie waarmee de middelen waarover we beschikken worden ingezet om welvaart te creëren. De tweede spreker, Wouter Gelade, zal het over de arbeidsmarkt hebben. Hij probeert een antwoord te bieden op de volgende probleemstelling. Hoe kunnen we de arbeidsmarktparticipatie duurzaam en aanzienlijk verhogen? Na een pauze van een dertigtal minuten zal Floor de Slover ingaan op de transitie naar een koolstofneutraliteit, een brandend actueel onderwerp, gezien de recente opeenvolgende hittegolven en stormen. Zij zal in het bijzonder uitleggen welk beleidsmix de EU en België inzetten om dit doel van klimaatneutraliteit te behalen. Tot slot zullen Michel de Smet en Jonas Willeke de impact van de transitie naar een koolstofarme samenleving op de financiële markten bespreken. Zoals ik al zei in het begin, kijken we uit naar uw vragen. En ze kan pittig zijn. Vraag maar raak. U zult onze economisten rechtstreeks kunnen aanspreken. En ik wil graag de NBB-medewerkers die de seminarie hebben voorbereid, een extern partners die in de begeleidingsgroep hebben meegewerkt, bedanken. Deze heeft sterk bijgedragen tot de structuur van de seminarie. Mijn dank gaat ook uit naar de Vereniging van Leraren, die heel actief waren om de topic ook en de onderwerp te beslissen. En dan geef ik nog een aantal praktische zaken mee voordat ik het woord aan onze sprekers van de namiddag. Zo, er volgt een vraag- en antwoordenronde na elke presentatie. Die zal ongeveer een kwartier duren. Tussen de derde en vierde uiteenzetting nemen we een koffiepauze. Aan het eind van het seminarie volgt tot slot een receptie. En u zult binnenkort een e-mail ontvangen met de nuttige links naar de aanleiding van dit seminarie. Zo, u vindt daarin onder meer de slides van mijn collega's, de opnames van de uiteenzettingen en de referenties van documentatie die onze spreker voor u hebben voorbereid. Zo, hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid vandaag en ik wens u een boeiende namiddag toe met mijn collega's.
Oké, goed. Hallo allemaal, goedenamiddag. Ik ben Jeff Boeks, ben adviseur bij het departement studie van de bank en een van mijn jobs is het jaarverslag, het economisch jaarverslag van de bank coördineren. En vandaag ga ik jullie gidsen door een van de aspecten die in dat jaarverslag telkens veel aandacht krijgt, namelijk de aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van de Belgische economie of meer algemeen eigenlijk de aanbodkant van de Belgische economie. Daarbij helst heel wat aspecten. Concurrentievermogen denken we in eerste instantie aan loonkosten en kostencompetitiviteit, maar ik denk dat het breder is dan dat en dat wil ik ook illustreren in deze presentatie. Het behelst heel wat structurele aspecten van onze economie en de werking van de verschillende sectoren. Toch ga ik de uiteenzetting eigenlijk beginnen met een kort woordje over de conjuncturele situatie vandaag. Dat is eigenlijk eerder de vraagzijde van de economie, om dan wel snel over te gaan naar het groeipotentieel van de Belgische economie in perspectief geplaatst. Eigenlijk, zoals de directeur al zei, welke middelen hebben we en hoe efficiënt zetten we die in? Daar komt productiviteit al heel snel in beeld en de rol van innovatie en technologieën voor de productiviteitsgroei is dan het onderwerp van het derde deel van de uiteenzetting, om over te gaan naar een kort woordje over ondernemingsdynamiek. Hoe gaat het met het opzetten en het stopzetten van bedrijven in België? Om dan af te sluiten met een algemeen overzicht van de aantrekkelijkheid van België en hoe die nog te verbeteren. Als we inzoomen naar de huidige economische situatie, dan zitten we met een achtergrond van tragere BBP-groei. Wat deze grafiek toont, is de jaarlijkse groei van het reëel BBP in België sinds 2000. En dan zie je dat we momenteel met een groei zitten van 1,4%. Dat is het lichtere balkje 2023. De jaren die daarna volgen, dat zijn voorspellingen op basis van voorspellingen zoals we die gemaakt hebben in juni jongstleden. En dan zie je daar een graduele groeivertraging richting 1,2%. We komen van heel forse groeicijfers de laatste 2 jaar, 21 en 22, maar die volgden natuurlijk op een forse krimp, een ongeziene krimp van de economie tijdens de pandemie. Die krimp, zoals je ziet, was nog... Werkt deze? We zullen de pointer eens proberen. Ja, werkt de pointer. Die was nog een pak groter dan de krimp van de economie tijdens de grote financiële crisis in 2008. Wat ook wel opvalt in deze grafiek, is dat die groeicijfers na de pandemie, als we corrigeren voor die heropeningseffecten, 1,4, 1,3%, is iets lager dan wat we in de 10 jaar voor de pandemie hadden en duidelijk lager dan wat we hadden in de jaren voor de financiële crisis. Dus we zien daar een toch wel tendentiële vertraging van de economische groei. Anderzijds zitten we in een context van hoge inflatie. Als we naar de jaarcijfers nu kijken, die we de laatst beschikbare inflatiecijfers, zitten we aan relatief lage cijfers. 2,5% was de inflatie in september. Dat wil zeggen dat vergeleken met een jaar geleden de consumptieprijzen met 2,5% zijn gestegen. Maar dat reflecteert voor een heel groot deel een negatieve bijdrage van energieinflatie. Er zijn echt prijsdalingen voor de energiecontracten die de gezinnen afsluiten. Als we die energie uitsluiten, dan komen we bij een inflatie van 7%. Als we de voeding er ook uithalen, voeding is ook nog sterk in prijs aan het stijgen vergeleken met een jaar geleden, komen we nog altijd op een inflatie van 6%. We komen natuurlijk van veel hogere cijfers. Augustus vorig jaar, denk ik, was de inflatie nog 12%. En dat komt omdat de energieprijzen fors gezakt zijn sindsdien. We kunnen daar een aantal conclusies uit trekken. 1. Inflatie is voor een groot deel in België de afgelopen tijd ingevoerd en van tijdelijke aard, omdat die ingevoerde prijzen of de prijzen van wat we invoeren fors gezakt zijn. Tegelijk zien we ook wel een overgang van ingevoerde inflatie naar meer binnenlandse inflatie. Als we kijken naar de diensteninflatie in België, en voor de diensteninflatie zijn de loonkosten heel belangrijk, dan is die ongeveer 7%, terwijl die totale inflatie dus 2,5% is. Er zijn dus zowel vraag- als aanbodfactoren in het spel om die inflatie te verklaren. En dat is de overgang naar het volgende aandachtspunt. Hier duikt een zeker gevaar op voor België, omdat we riskeren een langdurige ontwrichting van het kostenconcurrentievermogen van de Belgische bedrijven op te lopen, net omdat er een automatische koppeling is in België van lonen aan de prijzen. En dat is wat deze grafiek illustreert.
Dat probleem is minder acuut vandaag, denk ik, minder groot, of dat risico is minder groot vandaag dan het een jaar geleden was, maar het is ook niet volledig weg. Als we kijken naar het verloop van de olieprijzen de laatste weken, dan zien we dat die olieprijzen opnieuw oplopen en dan krijg je opnieuw een gevaar voor een ontsporing van het concurrentievermogen. Hoe gaat dat exact in zijn werk? Dat probeert deze grafiek te illustreren. In 2022 werden de energieprijzen een pak duurder en in België hebben we een automatische koppeling van de lonen aan de inflatie. En dan zie je dat die lonen in 2022 zeer fors zijn gestegen. Die blauwe balkjes die zijn met 5%, zijn ongeveer 5% in België. In 2023 gaan die loonstijgingen in nominale termen richting de 8%. En in de andere landen zie je dat die lonen ook stijgen, 3%, 5%, maar minder. En dat komt omdat er een vertraging optreedt in die andere landen vooraleer de werknemers erin slagen om hun koopkrachtverlies gecompenseerd te zien. En dus zie je dat er op dit moment een zekere kostenhandicap is. De lonen in België zijn sneller toegenomen dan de lonen in de buurlanden, maar we verwachten dat die kostenhandicap afneemt in de loop van de tijd. En dat zie je in de linkergrafiek, doordat die gele balkjes, dat zijn de lonen in de drie buurlanden, dat die hoger liggen dan de loongroei in ons land. Dat zijn de cijfers van juni. Realisaties en verwachtingen zoals we dat in juni inschatten. In de rechtergrafiek hebben we de meest recente informatie samengebracht. En dan zie je dat de loonkostenhandicap, volgens een min of meer officieel concept, zoals de sociale partners dat ook gebruiken, dan zie je dat die loonkostenhandicap in 2024 inderdaad verwacht wordt wat toe te nemen, maar al bij al beperkt blijft, aangezien het hier om een decalage van ongeveer 2% gaat. Dat sluit mijn inleiding in zekere zin over de huidige conjuncturele situatie af en dat laat me toe om over te gaan naar de meer structurele aspecten van de Belgische economie. En ik wil daarbij het groeipotentieel van België wat in perspectief plaatsen. In perspectief in de zin, we vergelijken het met andere landen en we vergelijken het met wat het in het verleden was. En deze grafiek is een grafiek waar veel lijnen op staan en ik wil samen met jullie er even doorwandelen om uit te leggen omdat hij veel inzichten biedt over wat het groeipotentieel is in België in de zin van wat zijn de middelen die we hier ter beschikking hebben en hoe efficiënt zetten we die middelen in. Eerste vaststelling, de Belgen werken weinig. Als je kijkt naar de blauwe lijn is België, de gele lijn zijn de drie buurlanden en de rode lijn zijn de drie Noordse landen van de Europese Unie, Denemarken, Finland en Zweden, dan zie je dat we in België structureel minder werken dan in de andere referentielanden of referentiegroepen van landen. Ongeveer 7 op de 10 Belgen op arbeidsleeftijd is aan de slag, vergeleken met bijna 80% in die andere groepen van landen. Positieve noot, we doen het beter dan vroeger. In het begin van de jaren 2000 was ongeveer 6, 6,5 op 10 Belgen aan het werk. Dus we zien een zekere verbetering, maar we blijven fors achterop lopen vergeleken met andere landen. Dus die middelen daar, arbeidsmiddelen, zijn beperkt. De Belgen die aan de slag zijn, hebben dan wel een kapitaalvoorraad die vergelijkbaar is met onze buurlanden. Dus in die zin scoren we redelijk oké. Die Belgen kunnen aan de slag met een vergelijkbare hoeveelheid fabrieken, machines, maar evengoed immateriële vaste activa zoals patenten. Maar als we dat dan vergelijken met die Noordse landen opnieuw, dan zien we daar toch wel een forse handicap in zekere zin voor België. Om welvaart te creëren hebben we niet enkel arbeid en kapitaal nodig. We hebben daar ook intermediaire inputs voor nodig. En energie is een zeer belangrijke intermediaire input. En dan zien we dat het beeld van België daar ook genuanceerd is. Positief is dat de blauwe lijn zakt. Dus voor 1 euro welvaart of 1 eenheid welvaart te creëren, hebben we steeds minder energie nodig. Maar we stellen wel vast dat in de andere landen die we hier tonen, dat er daar veel minder energie voor nodig is. Moeten we nuance bij maken? Dit zegt niet noodzakelijk iets over de vervuilende Belg of de energievoetafdruk van de Belg, in de zin dat we hier natuurlijk een specialisatie hebben van zware, energie-intensieve industrie die in België gelokaliseerd is. We voeren die producten uit en het zijn dan de buitenlanders die producten consumeren.
Dus we kunnen hier niet noodzakelijk uit concluderen dat België als land of de inwoners van België een disproportioneel groot aandeel heeft in het energieverbruik van de wereld. Tegelijk is het wel zo dat die grote afhankelijkheid van onze welvaartscreatie, van onze inkomenscreatie van energie, dat dat toch wel een aandachtspunt is, aangezien we niet zelf of niet veel energie zelf produceren en we zeer afhankelijk zijn van invoer van energie. Dus dat maakt de basis voor onze welvaart in zekere zin kwetsbaar. De rechteronder-grafiek die toont, als we corrigeren voor hoeveel arbeid we inzetten en voor hoeveel kapitaal we inzetten, hoe sterk de productie evolueert. Dus dat geeft een idee van de productiviteit. En dan zie je dat die productiviteit vertraagt. De grafiek begint in 2000, eindigt in 2021. Die vertraagt in alle landen. Maar wat je vooral ziet, of wat vooral zorgwekkend is, is dat... Ups, ik moet altijd een beetje zoeken. Niet zo evident. Dat die blauwe lijn systematisch onder de gele en onder de rode lijn ligt sinds een tiental jaar ongeveer. En dus dat de productiviteitsgroei in België trager verloopt dan in de buurlanden en in de Noordse landen. Uit deze grafiek kan je twee zaken concluderen. Eén, en dat konden we niet concluderen uit die vorige grafiek, die ging louter over het tempo waaraan de productiviteit groeit. Wat we wel nog vaststellen is dat de productiviteit in niveau in België bij de hoogste is van, denk ik, de ganse wereld, kunnen we zeggen. Er is enkel Denemarken in deze grafiek, en ik denk dat dat een grafiek is die voor de grote landen van de wereld telt, hoewel Denemarken is nu niet echt een groot land. Maar dan zie je dat elk uur dat de Belg werkt, er zeer veel welvaart wordt gecreëerd. Maar, en meer dan in bijvoorbeeld Zweden, meer dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Een pak meer ook dan in de Europese Unie of de industrielanden die in de OESO gegroepeerd zijn. Maar we zien wel dat die productiviteitsgroei vertraagt. Coherent met de vorige grafiek, maar hier kunnen we veel verder teruggaan in de tijd. Als we naar de jaren 70 kijken, dat is het meest linkse balkje, zie je dat de productiviteit nog aan een tempo van 4% groeide. En dat kalft dan gradueel af doorheen de decennia. In de jaren 2020 zien we een lichte stijging van de productiviteit, maar ik denk dat we daarmee moeten opletten met de juiste interpretatie daarvan, in de zin dat je daar met corona heel wat effecten hebt van minder mensen die aan het werk gingen, maar tegelijk nog redelijk wat produceerden. En dat maakt dat die productiviteit daar misschien tijdelijk hoger ging. Een ander fenomeen dat een rol hier kan spelen is dat de minst productieve sectoren zijn dichtgegaan tijdens corona of een slag hebben gekregen. Ik denk aan kappers bijvoorbeeld, horeca meer algemeen, heeft een kleiner aandeel in de productie. En dus krijg je mechanisch dat de productiviteit wat verbetert, omdat de productiviteitsgroei in die sectoren aan de lage kant is. Wat legt die zwakke productiviteitsgroei uit? Niet één factor. Dit is een overzicht van de OESO in 2019. Zij geven een hele lijst van factoren die kunnen uitleggen waarom de productiviteit tanend is. Een eerste is, gelinkt aan wat ik net zei met corona, een groter belang van de dienstensector in de economie maakt dat de productiviteitsgroei bijna mechanisch omwille van een compositie-effect zal afnemen, omdat die dienstensector een tragere productiviteitsgroei kent. We hebben in België ook een handicap in de zin dat er een klein aantal ondernemingen is die productiviteitsgroei kennen en dat de verspreiding van die productiviteitsgroei en van die kennis naar andere sectoren en andere bedrijven eerder beperkt is. We hebben ook weinig concurrentiële productmarkten. We hebben een beperkte deelname van vooral laaggeschoolde aan permanente opleiding. En we hebben een gebrek aan dynamiek aan dynamiek in de demografie van bedrijven. Er worden weinig bedrijven opgezet en zoals ik later zal illustreren, ook nog veel minder bedrijven stopgezet. En ook op de arbeidsmarkt, een onderwerp waar Wouter zal over spreken, zien we weinig mobiliteit, wat allemaal niet bevorderlijk is voor een gezonde productiviteitsgroei. Laat ons dan nu inzoomen op de link tussen innovatie, technologie en productiviteit. En dan zie je dat België koploper is, in zaken innovatie. Niet evident om dat te meten,
Er is niet één indicator die de beste is om dat te meten, maar er wordt een poging gedaan bij de Europese Unie om een zekere benchmarking te doen tussen landen in zaken innovatieinspanningen. En dan zien we dat België bij de leiders is in zaken innovatie. We hebben nog een aantal landen die het beter doen. Het zijn opnieuw die meer noordelijk gelegen landen, maar we doen het een pak beter dan de Europese Unie. En wat dat we ook zien, is dat België het relatief beter doet dan de andere landen, of zich verbetert vergeleken met de andere landen. De balkjes zijn 2023, het meest recente onderzoek. 2016 zijn de bolletjes. En dan zie je dat het verschil ten opzichte van het gemiddelde in de Europese Unie is toegenomen. Het balkje ligt een pak hoger, het is allemaal relatief, dan de Europese Unie. Ik ga nog eens proberen te illustreren. Het balkje ligt best wat hoger dan dat van de Europese Unie vergeleken met het bolletje dat eerder in de buurt ligt van de Europese Unie. Dus we lopen eigenlijk verder uit ten opzichte van het Europees gemiddelde. Toch vertaalt zich dat dus niet in een hoge productiviteitsgroei. Die productiviteitsgroei die blijft achter. En dit is een illustratie van een van die factoren die de OESO aanhaalde, namelijk dat de uitgaven voor R&D... de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zeer geconcentreerd zijn in ons land. Ze zijn zeer geconcentreerd bij de grote ondernemingen. Je ziet dat de grote ondernemingen in het linkerpaneel, de grote ondernemingen, dat is het donkerblauwe, bedrijven van meer dan 500 werknemers, die zorgen voor de helft van de R&D-uitgaven in ons land. Terwijl de kleine ondernemingen, die van 0 tot 9 werknemers, en dat 95% van de ondernemingen in ons land zijn, die zorgen maar voor 5% van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. Kijken we naar sectoren, dat doen we in het rechterpaneel, dan zie je dat ook daar een zeer grote concentratie is bij bepaalde sectoren. Dus pharma is een sector die een kwart van de onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven in ons land voor zijn rekening neemt. En dus krijg je een zeer grote concentratie van dat onderzoek en ontwikkeling. En dat is niet bevorderlijk voor het verspreiden naar de rest van de economie. Kunnen we vandaag de dag een presentatie over productiviteit doen zonder te spreken over kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, AI? Nee. En dus hebben we er een grafiek over, maar niet enkel daarom. Ook omdat we oprecht denken dat potentieel een macro-economisch relevant fenomeen wordt. En wat we dan zien in België is dat we het niet slecht doen, in de zin dat 10% van de ondernemingen met minstens 10 werknemers, kwestie van wat de grotere ondernemingen te bekijken, 10% van de ondernemingen maakt daar gebruik van. Er zijn landen, een heel groep landen, die een veel grotere aanname of veel groter gebruik van artificial intelligence hebben. Maar er zijn ook heel veel landen waar de bedrijven er veel minder gebruik van maken. Maar ook hier zien we weer dat het vooral een kwestie is van de grote bedrijven. In de rechtergrafiek of in het rechterpaneel zie je dat van de bedrijven met 250 werknemers of meer, het 40% is van de bedrijven die toepassingen met artificial intelligence gebruikt, terwijl voor de kleine bedrijven, 2 tot 9 werknemers, het 3 of 4% is die artificial intelligence gebruiken. Hoe moeten we nu denken over die link tussen artificial intelligence en productiviteit? Wat we vaststellen is, en dat wordt heel omstandig besproken in een artikel van collega Céline Piton, als je met de slides hebt en je zou op de foto van het Economisch Tijdschrift hier klikken, dan kom je op de link met dat artikel. Zij legt omstandig uit hoe we moeten nadenken of hoe we kunnen nadenken over de economische gevolgen van artificial intelligence. En wat ze vindt, of documenteert in dat artikel, is dat het vooral de meest productieve bedrijven zijn die gebruik maken van artificial intelligence. We moeten met die conclusie opletten. We moeten daar geen te snelle conclusies uit trekken. Het is niet noodzakelijk zo dat artificial intelligence dus leidt tot meer productiviteit. Het kan evengoed zijn dat die meer productieve bedrijven veel middelen genereren, heel winstgevend zijn en op die manier de capaciteit hebben om met artificial intelligence te beginnen werken. Maar toch, als je dan gaat corrigeren voor bepalende factoren van productiviteit, stellen we toch nog vast dat er een zeker effect is van artificial intelligence gebruik en productiviteit.
Pardon. Toch zien we het nog niet echt in de productiviteitscijfers, wel in tegendeel, want ze zijn tanend. Een aantal redenen kunnen we daar toch wel opwerpen. Eén, het is een recent fenomeen, die kunstmatige intelligentie, en dus is het wijdverspreid gebruik ervan nog niet bepaald een feit. En dus kan het zijn dat we het nog niet in de statistieken zien. Een andere mogelijkheid, en ik denk dat dat niet onrealistisch is, is dat de traditionele maatstaven van ons bruto binnenlands product die voordelen van artificial intelligence niet volledig capteren. Heel wat van die zaken zijn gratis. En dan zit het niet in BBP. ChatGPT is denk ik een volledig of voor een groot deel gratis toepassing. En dus komt het niet in het BBP of toch niet volledig. Een ander voorbeeld, de playlists die Spotify genereert met kunstmatige intelligentie, komen als extra feature in Spotify, maar de prijs van Spotify, hoewel hij is nu recent gestegen, denk ik, maar de prijs van Spotify stijgt daarom niet noodzakelijk. En dus zou je dat in principe in het reëel BBP moeten zien, maar het is niet uit te sluiten dat dat niet volledig wordt gecapteerd in die macro-economische data. En in het algemeen is er een economische en sociale context die maakt dat het gebruik en het volledig tot zijn recht laten komen van die nieuwe technologieën wat hordes kent en wat fricties kent. Een ander fenomeen of een ander aspect dat we denken dat heel relevant is voor de productiviteit van een land is de vlotheid waarmee er nieuwe bedrijven worden opgericht en, misschien nog belangrijker, waarmee er minder performante bedrijven worden gestopt. En op dat vlak moeten we vaststellen dat we in België niet zeer goed scoren. In de linkergrafiek zien we de oprichtingsgraad van bedrijven. Dus voor als er 100 actieve bedrijven zijn, zien we elk jaar 6 nieuwe bedrijven opgericht worden in België. En dat is een cijfer dat aan de lage kant is vergeleken met de andere landen in de grafiek. En dat is een fenomeen dat eigenlijk al redelijk lang gangbaar is. Als we 2010 en 2020 vergelijken, de bolletjes en de staafjes, dan zien we dat eigenlijk al sinds de laatste 10, 15 jaar een vaststelling is. Kijken we naar hoeveel bedrijven er gestopt worden, dan scoren we nog slechter. Op 10 bedrijven zijn er... die opgerichtingsgraad is trouwens in procent, pardon. Het is natuurlijk 100 bedrijven, zijn er 6 die worden gestart. Stopzetting, 100 bedrijven zijn er 3 die worden gestopt. Daarmee scoren we als allerlaatste in het peloton. Dat was in 2010 het geval en dat is in 2020 nog altijd het geval. Dat maakt dat de overlevingskans van bedrijven in België een pak hoger ligt dan in andere landen. Ik denk, een gemiddeld bedrijf, de kans dat er binnen 5 jaar nog bestaat, is 60%, terwijl dat in de Europese Unie iets van een 47% is. Hoe komt dat? Opnieuw, er zullen heel wat factoren zijn die daar een rol in spelen, maar een belangrijke rol is weggelegd voor regelgeving. Faillissementsregeling in België, insolventieregeling in België, is aan de strenge kant. Er is enkel Polen waar vastgesteld wordt dat het moeilijker is om een bedrijf in faillissement te laten gaan. En dat maakt dus dat er weinig performante bedrijven lang kunnen blijven overleven. We zien een zekere verbetering. Het balkje ligt onder het bolletje, dus het is minder, de faillissementsregeling is minder streng geworden, maar toch blijven we daar bij de slechtste van de Europese Unie scoren. En dat zie je ook gereflecteerd in indicatoren van ease of doing business. Die geven eerder een idee van hoe gemakkelijk is het om een nieuw bedrijf op te richten. Daar scoort België op de 46e plaats. De laagste van de landen waar we ons graag mee vergelijken, de buurlanden en de Noordse EU-landen. Dan wil ik afronden met een algemeen overzicht of met een aantal indicatoren die samenvatten hoe aantrekkelijk het is om in België een bedrijf op te richten, om te komen investeren in België. Het zijn natuurlijk subjectieve indicatoren die zijn opgesteld door internationale organisaties. Ik denk dat we daar moeten mee omzichtig omgaan met die te interpreteren, maar ze geven wel een beeld van waar België zich situeert, waar de sterktes zijn, waar de zwaktes zijn en waar er dus ook ruimte is voor verbetering. En dan zie je dat
België een relatief aantrekkelijk land is voor het buitenland. Ik denk dat het hoog niveau van die productiviteit daar ook wel een rol in speelt, maar dat er wel ruimte is voor verbetering. België rangschikt zich hier op de 13e plaats als we naar de algemene indicator kijken. Een 3-4 jaar geleden was dat nog op de 27e plaats. De meeste landen in de vergelijkingsgroep doen het beter. Duitsland en Frankrijk doen het slechter. Wat zijn de positieve aspecten van België in deze rankings? De efficiëntie van de ondernemingen, opnieuw gelinkt aan die productiviteit, denk ik, maar ook onze infrastructuur. Gezondheidszorg is zeer uitgebouwd in België als één voorbeeld. Waar we het minder doen, is economische prestaties, maar vooral efficiëntie van de overheid. Dat is een aandachtspunt dat onze plaats in die rankings toch wel naar beneden trekt. En ik denk dat daar, gelet op de omvang van het overheidsbeslag, niet zozeer een kwestie is van middelen, maar eerder een kwestie is van de efficiëntie waarmee de middelen van de overheid worden ingezet. Dat besluit mijn presentatie en ik geef enkel nog aan jullie de belangrijkste conclusies mee. Oeps. We zitten met een vertraging van de BBP-groei. Tegelijk hebben we hoge inflatie en met een automatische indexering van de lonen riskeren we daar een risico, of is er een risico voor het kostenconcurrentievermogen van België op de korte termijn. We hebben hoge productiviteit, maar de groei van die productiviteit neemt af. Toch zijn we koploper in innovatie, maar het is kwestie van die innovatie bij meer bedrijven te introduceren en er zo voor te zorgen dat die productiviteit voldoende sterk groeit. Is ook weer gelinkt aan een gezonde ondernemingsdynamiek met een voldoende oprichting en voldoende stoppen van bedrijven. En in het algemeen is het in niveaus best oké om hier te komen, maar er zijn wel aandachtspunten voor de toekomst. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar ik ga hier mee afronden. Als er vragen zijn. Dus ik ben Wouter Gullede. Ik zal het hebben over de arbeidsmarkt en de factor arbeid in de Belgische economie. Jeff heeft denk ik al een heel aantal punten aangehaald waar ik verder op zal ingaan. En ik zal misschien niet bepaalde zaken herhalen waar hij het al over gehad heeft. Dus zoals al gezegd in de inleidingen, dus we gaan het hebben over arbeid in de Belgische economie. En participatie zal centraal staan. Hè. Activiteitsgraad, hoeveel mensen nemen deel aan de arbeidsmarkt, dat is echt een of het, kan je zeggen, structureel probleem van de Belgische arbeidsmarkt, de lage participatiegraad. En daarbij zullen een heel aantal zaken ter sprake komen. Verschillende groepen, meer kwetsbare, meer inactieve groepen, mobiliteit, migratie, competenties, opleidingen. We zullen zien, er komen heel veel zaken in aanmerking als we het hebben over participatie. Dus voordat we het echt over participatie hebben, enkele slides over de algemene toestand van de Belgische arbeidsmarkt. Dus op deze slide zien we de evolutie van de werkgelegenheid, het aantal werkenden, de evolutie in het aantal werkenden op jaarbasis ten opzichte van een jaar eerder. En wat zien we eigenlijk? We zien de laatste 10 jaar, een relatief robuuste, sterke werkgelegenheidsgroei. Gemiddeld in de laatste 10 jaar een goede 50.000 extra werkenden per jaar tegen eerder 40.000 gemiddeld in de 10 jaar ervoor. Dat zowel door conjuncturele als structurele aspecten wordt beïnvloed. Structureel, er is een toename van het aantal oudere werknemers. Er zijn veel meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau van de bevolking neemt toe. Maar op enkele van die zaken kom ik straks nog verder terug. En dan is er natuurlijk ook conjuncturele. Er is de COVID-crisis geweest, die eigenlijk voor de arbeidsmarkt... waar de arbeidsmarkt eigenlijk relatief goed mee is omgegaan. En gezien de omgang van de schok van de COVID-crisis, die we uiteraard heel duidelijk zien op de slide, hebben we eigenlijk toch gezien dat er, hoewel er wel jobverlies was, al een jaar na de COVID-crisis, het jobverlies eigenlijk al goed gemaakt was.
En dat we daarna in 2021-2022, de twee jaren na de initiële schok, dat we een recordgroei van aantal jobs, 100.000 jobs per jaar, door het herstel natuurlijk, maar toch een recordgroei hebben gezien. En dat herstel ligt nu duidelijk achter ons en nu is de jobgroei weer wat trager. En als we in iets meer detail op de COVID-pandemie ingaan. Dus ik heb al gezegd, de werkgelegenheid hield heel goed stand. En zelfs als we nu met een paar jaar na een paar jaar terugkijken op wat er gebeurd is, dan zien we dat zelfs de sectoren die heel sterk getroffen waren, de handel, de horeca, dergelijke sectoren, dat die eigenlijk nu na een paar jaar, in de paar jaar sinds het begin van die crisis, een werkgelegenheidsgroei hebben gezien die vergelijkbaar is met de jaren ervoor. Dus we lijken zelfs in de zwaar getroffen sectoren niet echt een structureel jobverlies te zien. En dan, wat zijn de sectoren die het sterkst gegroeid zijn sinds begin 2020? De diensten, de bouw en in veel mindere mate de industrie. En dat is een algemene trend die we zien, dat in de industrie er weinig tot slechts beperkte jobcreaties en dat de motor van jobcreatie echt wel de diensten en ook wel de bouw zijn. En hoe heeft zich dat dan vertaald in werkloosheid? Dus we hebben tijdens de coronaperiode opnieuw, we hebben een stijging van het aantal werkzoekenden gezien, van het aantal werklozen. Maar relatief snel, begin 2021, is dat weer afgenomen. En hebben we een daling van het aantal werkzoekenden gezien, waardoor de werkloosheidsgraad opnieuw op een historisch laag niveau voor België is. En opnieuw op het historische laag niveau dat we zagen al net voor de coronacrisis. Daarbij zitten we wel met een belangrijk Belgisch fenomeen, dat we een sterke langdurige werkloosheid hebben. Dus nu is er ongeveer 40% van de werkzoekenden zoekt al sinds meer dan 2 jaar een job. En dat was ook versterkt, laten we zeggen, tijdens de coronacrisis. Het heeft lang geduurd. De werkloosheid begon snel terug te dalen. Maar het aantal langdurig werkzoekenden is lang blijven toenemen. Ik zal deze slide overstaan om niet te sterk terug te komen op productiviteitsgroei. Al was maar om te zeggen, door het sterkere toename van het aantal werkenden, is ook het aandeel van arbeid in de totale groei toegenomen. Okay. En natuurlijk, nu dat we een sterkere banencreatie hebben gezien, een robuuste arbeidsmarkt, ook in de jaren voor de crisis en zeker in de jaren na de COVID-crisis, zien we ook meer en meer spanningen, kraptes op de arbeidsmarkt. Als we kijken naar de vacaturegraad, het aantal vacatures gedeeld door het aantal jobs, dan zien we dat we zowel voor Belgisch op historisch in een historische vergelijking voor België op een heel hoog niveau zitten. En dat we op internationaal niveau ook bij de hoogste vacaturegraden in Europa zitten. Dus er is echt wel een heel sterke krapte op de arbeidsmarkt. En het spreekt voor zich dat die kraptes wegen op de Belgische groei. Als een arbeidsplaats niet ingevuld geraakt, dan is dat ook een gemiste kans op productie in de Belgische economie. En dus deze grafiek bijvoorbeeld toont resultaten van een enquête waaraan ondernemingen wordt gevraagd of ze productiebelemmeringen kennen door een tekort aan arbeidskrachten. En we zien dat het aantal ondernemingen dat rapporteert toeneemt, heel sterk is toegenomen in de laatste jaren. Maar dat er dus een groot aantal, 20% bijvoorbeeld, van de bedrijven aangeven dat ze effectief te lijden hebben onder die tekorten. En we zien in die kraptes op de arbeidsmarkt, zien we uiteraard conjuncturele effecten. Het evolueert mee met de conjunctuur, maar het is toch ook wel een structureel gegeven. Er zijn sectoren, de IT, de bouw en zo verder, waar er eigenlijk structureel een tekort aan op de arbeidsmarkt zijn, structureel
hoge vacaturegraden. En als we bijvoorbeeld aan de bouw denken, er zijn ook bepaalde sectoren waarvan we verwachten dat de vraag naar arbeid in de toekomst, in de bouw door de groene transitie, klimaatverandering, nog zal toenemen en waar die tekorten nog verder kunnen toenemen. Voilà, dus dat was een korte overzicht van de stand van zaken op de Belgische arbeidsmarkt. En zoals gezegd, we zullen het nu hebben over onder andere over een aantal structurele aspecten van die arbeidsmarkt, waar participatie een heel belangrijk element in zal zijn. Dus voordat ik te veel met terminologie, werkloosheidsgraad, werkgelegenheidsgraad, participatiegraden goochel, misschien heel eventjes een overzicht van die definities en hoe we de bevolking in de context van de arbeidsmarkt graag onderverdelen. Als we heel eventjes hier beneden kijken, we denken vaak ook, er zijn de werkenden, werklozen. Werklozen zijn alle mensen... Oh. Jullie weten waar ik zit. Werklozen, hè, zijn alle mensen die op zoek zijn naar een job. En werkende werklozen samen noemen we de beroepsbevolking. Hè. Dus er zijn ofwel mensen die werken, ofwel mensen die op zoek zijn naar een job, mensen die actief zijn in de arbeidsmarkt. Naast de beroepsbevolking heb je ook nog de inactieve, dus mensen die niet werken of en ook niet op zoek zijn naar een job. En zoals we de beroepsbevolking en de inactieve op arbeidsleeftijd samennemen, dan hebben iedereen, alle mensen op arbeidsleeftijd. Daarnaast zijn er ook nog uiteraard inactieve bevolking die niet op arbeidsleeftijd zijn. Wat is de arbeidsleeftijd? Internationaal worden verschillende definities gebruikt. Soms 20 tot 65, soms 15 tot 65. Er zijn verhoging van de pensioenleeftijd, er is ook 66, 67. Daar zal ik niet te veel op ingaan. Maar het is belangrijk, denk ik, als we de verschillende concepten definiëren. De werkgelegenheidsgraad is het aandeel mensen dat werken binnen de bevolking op arbeidsleeftijd. Dus het percentage werkenden in de totale bevolking op arbeidsleeftijd. De participatiegraad of activiteitsgraad is het aandeel van de beroepsbevolking in diezelfde bevolking op arbeidsleeftijd. Dus de participatiegraad is mensen die ofwel werken, ofwel op zoek zijn naar werk, werkloos zijn in die bevolking op arbeidsleeftijd. En tenslotte de werkloosheidsgraad, dat is het aantal werklozen, niet in de totale bevolking, maar in de beroepsbevolking. Dus als aandeel van de som van de werkenden en werklozen, binnen de mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt, hoeveel zijn er werkloos? Dat is de werkloosheidsgraad. En als we dan naar die groepen kijken, en we kijken hoe verdelen die zich binnen de Belgische bevolking, dan kunnen we kijken hoeveel werken, hoeveel werklozen, hoeveel inactieve op arbeidsleeftijd, inactieve niet op arbeidsleeftijd zijn er. Wat dan opvalt als we België vergelijken met andere landen, is dat België een laag aantal werkenden heeft. Dat is de werkgelegenheidsgraad waar Jeff het al over had. Dus 42% van de totale bevolking in België werkt. En dat is iets lager als het gemiddelde in de Europese Unie, 44%, en substantieel lager als in Duitsland en Nederland, rond de 50%. En hoe komt het nu dat we relatief weinig werkenden hebben? Niet zozeer door het aantal werklozen, dat is 3% vergelijkbaar met het Europese gemiddelde, iets hoger als in Duitsland en Nederland, maar niet zo'n groot verschil. Ook niet door het aantal mensen die niet op arbeidsleeftijd zijn, maar door het aantal inactief op arbeidsleeftijd. Het aantal mensen die niet werken en niet op zoek zijn naar een job. Dat is 19% binnen de Belgische bevolking tegen een goede 10% bijvoorbeeld in Duitsland en Nederland. En dat is dus het grote verschil. En als we op zoek zijn, als we willen dat er een groter aantal mensen werken, we kijken vaak naar de werkloosheid. Maar als we deze cijfers zien, dan denk ik dat de boodschap duidelijk is dat de mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt een veel groter potentieel reservoir vormen van mensen die zouden kunnen bijdragen, die zouden kunnen, indien een situatie toelaat, op de arbeidsmarkt betreden. Dat is zeker waar in Vlaanderen, waar de werkloosheidsgraad 3% is, dus waar er nog
heel weinig marge is om bijkomende werklozen de arbeidsmarkt te laten betreden, ook omdat er frictionele werkloosheid is. Het duurt een tijdje voordat iemand die zijn job verliest een nieuwe job vindt. Dus zeker in Vlaanderen, als er extra werkenden moeten bijkomen, zal het eerder uit personen die inactief zijn nu komen als uit de werkloze bevolking. En als we het hebben over het verhogen van het aantal werkenden, is het ook nuttig om in de achtergrond te weten hoe de bevolking op arbeidsleeftijd zou evolueren. En wat we eigenlijk zien is dat de huidige voorspellingen door het planbureau aangeven dat indien er geen grote migratiegolf of andere belangrijke veranderingen zijn, dat eigenlijk de bevolking op arbeidsleeftijd ongeveer stabiel zal blijven. We hebben in het verleden een groei gezien, dus ook een stijging in het aantal werkenden, gewoon door een stijging in de bevolking. Die wordt er niet meer verwacht, wordt niet meer verwacht dat die zal komen. En dus met andere woorden, als er extra werkenden moeten bijkomen, zal dat moeten komen door een verhoging van de participatiegraad en niet door een stijging van de bevolking. En oké, hier is nog eens dezelfde grafiek over de werkgelegenheidsgraad die Jeff al heeft getoond. Laat mij er nog iets sterker op ingaan. Dus dit is de evolutie van de werkgelegenheidsgraad in België, in de Europese Unie en in diezelfde referentielanden die Jeff gebruikte, onze buurlanden en de Noordse landen. Met daarop helemaal van achter in 2013 ook een stip op 80%. Dat is de federale doelstelling die vaak in de media komt. De doelstelling voor de werkgelegenheidsgraad van België. En dus wat zien we? We zien de laatste 10 jaar een duidelijke stijging in de werkgelegenheidsgraad, gedreven door verschillende factoren. Dus er is een heel duidelijke stijging in het aantal personen boven de 55 jaar die werken. Dus door onder andere hervormingen in vervroegd pensioen en andere. Dus eigenlijk de 55 tot 59-jarigen, de werkgelegenheidsgraad van die groep is nu vergelijkbaar met de gemiddelde werkgelegenheidsgraad in de bevolking. 60 tot 64 is veel lager als werkgelegenheidsgraad, maar toch ook wel heel duidelijk gestegen de laatste periode. Er is een sterke toename van het aantal vrouwen die actief zijn op de arbeidsmarkt. En er is ook een effect door het stijging van opleidingsniveau, dat ook een positief effect heeft op de werkgelegenheidsgraad. Nu, we zien die evoluties in andere landen ook, dus ook in onze buurlanden, onze referentielanden, zien we ook een stijging. En die 80% doelstelling lijkt heel ambitieus, heel moeilijk. Ik denk dat de laatste prognose van het planbureau is dat 2028 we op basis van de huidige trends rond de 75% zullen uitkomen. Dus ver onder die 80%. En om nog iets, denk ik, duidelijker aan te geven hoe moeilijk het zal zijn om die 80% doelstelling te behalen, is hier die 80% doelstelling opgesplitst in subdoelstellingen, laat ons zeggen, voor verschillende groepen. Dus we hebben, er zijn verschillende groepen die het minder goed doen op de arbeidsmarkt in België, lager geschoolde, niet-EU-burgers, vrouwen. En in deze slide tonen we de werkgelegenheidsgraad van die verschillende groepen en een doelstelling voor ieder van die groepen die coherent is met die 80%. Dus je zou kunnen zeggen, al die groepen zouden 80% moeten behalen om het totaal op 80% te bereiken. De uitgangspunt hier is eerder, wat zijn de werkgelegenheidsgraden die die groepen bereiken in andere landen? En laat ons een min of meer tussen haakjes realistische doelstelling zetten die, als die allemaal samen behaald worden, ons helpen om die 80% te bereiken. En dan zien we dat voor verschillende van die groepen, vrouwen, laaggeschoolde, middengeschoolde, jongere, oudere werknemers, dat die hun werkgelegenheidsgraad met 10 procentpunt of meer zou moeten stijgen om de 80% doelstelling te halen, wat een heel grote stijging is, wetende dat met uitzondering van de 55-plussers, dat de evolutie, de stijging relatief beperkt is tot nu toe.
En in het bijzonder voor lager- en middengeschool dat er zelfs eerder een stabiele trend is. Dus dat die groepen het nog moeilijker hebben om extra tot de arbeidsmarkt te betreden. En dan de verschil tussen gewesten. Die zijn uiteraard, dat is al aangehaald, ook heel belangrijk. Tussen en toch ook wel binnen de gewesten. Dus ik denk dat de meesten weten dat de arbeidsmarkt in Vlaanderen sterker is, dat er een veel hogere werkgelegenheidsgraad is in Vlaanderen. Zeker West- en Oost-Vlaanderen, waar eigenlijk die 80% toestelling ongeveer bereikt is, waar de werkloosheidsgraad rond de 2% is in plaats van 3%, waar je echt wel kunt spreken van bijna een volledige werkgelegenheid, waar nauwelijks nog marge is om de werkgelegenheidsgraad te verhogen zonder personen uit inactiviteit te betrekken in de arbeidsmarkt. In Brussel-Wallonië is de werkgelegenheidsgraad een stuk lager. Zeker Henegouwen-Luik zijn de provincies met de laagste werkgelegenheidsgraden. Okay. Ik zal hier niet komen met de oplossingen, de zaken die de participatie kunnen verhogen. Maar ik denk wel dat we het eens kunnen zijn dat participatie, dat er verschillende dimensies zijn, belangrijke dimensies, die allemaal meespelen in het verhogen, die kunnen meespelen in het verhogen van de participatiegraad. En de eerste zaak om zich bewust van te zijn, dus ik heb al die verschillende groepen getoond dat verschillende groepen binnen de arbeidsmarkt een sterke stijging zouden moeten zien als we die 80% willen behalen. Die verschillende groepen kunnen ook ieder hun eigen de beleidsmaatregelen die nodig zijn voor het verhogen van de participatie, zijn uiteraard niet hetzelfde in die verschillende groepen. En deze slide probeert te tonen welke groepen het meeste marge voor stijging van de totale participatiegraad kunnen geven. Dus op de onderste as toont de inactiviteitsgraad, het omgekeerde van de participatiegraad. En op de verticale as tonen we het aandeel in de bevolking. Dus een groep die helemaal rechts van boven zou zitten, heel hoge inactiviteitsgraad, heel hoog aandeel in de bevolking, die zou een heel groot potentieel hebben om de totale participatiegraad te laten toenemen. Die groepen bestaan niet. Er zijn enerzijds die groepen die hier in het blauw staan, groepen met een hoge inactiviteitsgraad, zoals bijvoorbeeld burgers van buiten de EU en nog specifieker vaak vrouwen van buiten de EU. Nu, dat is een kleine groep, een belangrijke groep, maar een kleine groep. Dus zelfs het substantieel verhogen van de participatiegraad voor die groepen zal geen heel grote impact hebben op de totale participatiegraad. Anders zijn er wel veel grotere groepen, vrouwen, middengeschoolden, waar een kleine verandering in de participatiegraad toch een grotere impact zou kunnen hebben op de totale participatiegraad. En als we het dan specifiek hebben over één van die groepen, arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Ik laat me hiervan gebruik maken van deze slide om een beetje reclame te maken voor het rapport van de Hoge Raad van de Werkgelegenheid, waar wij ook heel actief aan meewerken en waarvan die ieder jaar een rapport over een bepaald thema, vorig jaar over vrouwen op de arbeidsmarkt, wordt geschreven en waar een aantal van deze elementen uitkomen. Dus als we kijken naar de arbeidsmarkt van participatie van vrouwen en de algemene arbeidsmarktuitkomsten van vrouwen, dan kan je dat in het glas is half vol, half leeg, zoals u wil, perspectief zien. Er is een heel sterke verbetering van arbeidsmarktuitkomsten van vrouwen doorheen de tijd. Maar tegelijkertijd is er nog een grote ongelijkheid in allerlei statistieken vandaag. Dus de participatie is nog steeds lager. Er is nog steeds een loonverschil, hoewel het in internationaal perspectief wel kleiner is als een groot aantal Europese landen. Zeker hogere niveaus bestuursfuncties en dergelijke functies zijn vrouwen nog zeer sterk in de meerderheid.
En als we kijken naar de trajecten die mannen en vrouwen afleggen, dan denk ik dat we kunnen concluderen dat het niet noodzakelijk gaat om flagrante discriminatie vandaag, maar eerder over stereotype sociale normen die zich verder zetten, die zich doorwerken in beslissingen, zowel op bedrijfsniveau als in de private sfeer. En die zich vooral tonen op het moment dat kinderen worden geboren, dat er wordt begonnen aan gezin. We zien eigenlijk heel weinig verschillen tussen mannen en vrouwen in het begin van de carrière. En dan op het moment dat er kinderen worden geboren, dan blijven vrouwen veel vaker thuis en beginnen we de verschil in participatie, in lonen te zien. En uiteraard de grote verschillen in qua huishoudelijk werk bijvoorbeeld. Dat vrouwen 15 uur per week meer werk doen dan mannen in het huishoudelijk werk. Dus er zijn daar geen eenvoudige oplossingen. Sociale normen, stereotypen evolueren traag. Maar bijvoorbeeld door ouderschapsverlof en dergelijke kan er wel invloed op uitgeoefend worden. Als we het dan hebben over mobiliteit, wat al ter sprake kwam. Dus hier tonen we die mobiliteit tussen gewesten. De grafiek, de tabel links toont hoeveel mensen in één gewest wonen en in een ander gewest gaan werken. Dus uiteraard vanuit Vlaanderen, vanuit Wallonië is er een 10%-tal dat in Brussel gaat werken. Vanuit Wallonië slechts een 3% die in Vlaanderen gaat werken. En vanuit Brussel ook een 10%-tal die in Vlaanderen gaat werken. Die cijfers zijn relatief stabiel doorheen de tijd, hoewel er de laatste jaren wel een stijging lijkt te zijn het aantal mensen die vanuit Brussel in Vlaanderen gaat werken. En als we dan specifiek nadenken over Wallonië, dan zijn er uiteraard veel factoren die bijdragen. De grafiek rechts toont dat afstand een belangrijke factor kan zijn. Als we kijken naar de werkloosheidsgraad die in die kaart wordt getoond per gemeente in Wallonië, dan zien we dat eigenlijk de werkloosheidsgraden het hoogst zijn in Wallonië op de As, Mons, Charleroi, Namur, Luik, die grosso modo op een uur rijden van de grens met Vlaanderen ligt. Dus afstand is zeker een factor die bijdraagt. Zeker niet de enige. Taal, beschikbare job, matching van kwalificaties. Er zijn zeker een groot aantal factoren, maar zeker niet een gemakkelijke oplossing. En veel van die factoren spelen mee. Er is mobiliteit tussen gewesten. Er is ook altijd de piste internationale mobiliteit. Hier zijn we niet zozeer, als we denken over internationale mobiliteit, gaat het niet zozeer over het verhogen van participatiegraad, maar gaat het voornamelijk over het invullen van knelpuntberoepen. Kan internationale mobiliteit worden benut om belangrijke knelpuntberoepen in te vullen? En dan zien we dat in België toch relatief weinig daarvoor gebruikt wordt. Dus als je kijkt, de redenen voor migratie voor de mensen die hier zijn, is in België relatief gezien sterker gebaseerd op gezinsredenen, gezinshereniging en dergelijke, en minder als primair motief werkgelegenheid. En het is ook niet gemakkelijk om in België te werken met als objectief werk binnen de Europese, onderdaan van de Europese Unie uiteraard. Wel, voor mensen die van buiten de Europese Unie naar België willen komen, gaat alleen in het kader van specifieke knelpuntberoepen die niet ingevuld geraken voor een relatief beperkte lijst van knelpuntberoepen, waar dan ook nog eens relatief moeilijke administratieve procedures aan vasthangen. Dus het wordt niet zo gemakkelijk gemaakt om voor die reden naar België te migreren, hoewel we wel momenteel een beperkt aantal mensen zien die van buiten de EU naar België migreren voor werk. Het stijgt wel, maar het blijft relatief beperkt. En naast het aspect dat werk niet noodzakelijk de eerste reden is om naar België te migreren, is taal ook een belangrijke barrière. Meer als in andere landen is de talenkennis een belangrijke barrière om in België te werken. Dan een andere factor die ook belangrijk is in participatie, werkgelegenheid, is uiteraard opleiding. Dus
het opleidingsniveau. En hier tonen we de lijst van gedetailleerde verschillende opleidingsniveaus. Is een heel belangrijke factor in het verklaren van de werkgelegenheidsgraad. Tot een werkgelegenheidsgraad van 90% voor mensen met de hoogste opleidingsniveaus, tot percentages lager als 50% voor mensen met de laagste opleidingsniveaus. Dus we hebben gezien, doorheen de jaren stijgt het opleidingsniveau in België om de eenvoudige redenen dat groepen oudere werknemers gemiddeld een lager opleidingsniveau hebben, de arbeidsmarkt verlaten, vervangen worden door een jonge cohort, laat ons zeggen, in de groep met bevolking op arbeidsleeftijd. En die jongere cohort heeft een hoger opleidingsniveau. Dus dat is een manier waarop de werkgelegenheidsgraad in België structureel toeneemt. Die relatie is zelfs nog iets sterker voor oudere werknemers. Uiteraard is de beleidsaanbeweging die hieruit volgt niet. Alle werknemers zouden opnieuw naar de universiteit moeten gaan. Maar het belang van voortgezette opleiding komt hier indirect wel naar voren. Dus zoals Jeff al aanhaalde, voortgezette opleiding doorheen de carrière wordt relatief weinig gebruikt, zeker voor kwetsbare groepen die het moeilijkst hebben op de arbeidsmarkt, laaggeschoolden bijvoorbeeld. En dat zou een factor zijn die kan bijdragen aan het verhogen van hun kwalificaties en het vinden van correcte jobs op de arbeidsmarkt. Nu natuurlijk, het gaat niet alleen om het opleidingsniveau. Het zijn ook welke competenties, welke opleidingsdomeinen zijn uiteraard ook belangrijk. En hier op de linker grafiek maken we de vergelijking tussen knelpuntberoepen en met welke opleidingsdomeinen die overeenkomen. En anderzijds afgestudeerden uit het onderwijs voor bepaalde opleidingsdomeinen. En wat zien we? De knelpuntberoepen, VDAB in Vlaanderen, Forem in Wallonië, Actiris in Brussel. Als we bijvoorbeeld Actiris nemen, dan zien we dat bijna de helft van de knelpuntberoepen om technische beroepen gaat. Ingenieurs, wetenschap, industrie, bouw. En nog een beetje IT erbovenop. En dat komt relatief goed overeen met afgestudeerden uit het beroepsonderwijs. Veel minder met afgestudeerden uit het hoger onderwijs. Dus die mismatch tussen afgestudeerden enerzijds en knelpuntberoep anderzijds is duidelijk. Nu, het gaat zeker niet alleen als we denken over knelpuntberoep en het invullen van jobs, gaat het zeker niet alleen over opleiding en het domein van die opleiding. Als we kijken naar de lijst van knelpuntberoepen van de verschillende gewesten, dan zie je daar een heel divers aantal jobs. Dus hier, het lijstje hier zijn de knelpuntberoepen in de top 3 van voor MVDAB of Actiris, waar ook huishoudhulpen, elektriciëns, verpleegkundigen, leerkrachten, secundair onderwijs, technici instaan. En dat maakt toch wel duidelijk dat er vele redenen zijn waarom jobs niet ingevuld raken. De verloning, de arbeidsvoorwaarden, of het een zwaar werk is. Bijvoorbeeld als je denkt aan huishoudhulp, waar weinig tot geen opleiding voor nodig is, maar wel zwaar laag verloond werk is. Dergelijke jobs zitten ook in die lijst. En dan kom ik tot de conclusie. Opnieuw, activering, participatie staat hier centraal. Dat is denk ik, als we meer mensen aan het werk willen hebben, als we willen die werkgelegenheidsgraad verhogen om extra economische groei te genereren, extra publieke financiën die kunnen helpen om de kosten van de vergrijzing te dragen, om investeringen in de groene transitie te financieren en zo verder in een context van moeilijke publieke financiën, dan is activering participatie echt wel cruciaal. En dan zijn er veel domeinen waar we aan moeten denken. Er zijn onderwijsvaardigheden, bepaalde studierichten, STEM, ICT, zijn ondervertegenwoordigd in internationale vergelijkingen in België ten opzichte van andere landen. En dus een cultuur van leren doorheen de carrière, waar iemand blijft upskilling, reskilling, blijft bijleren, is cruciaal
om te gaan met een veranderende arbeidsmarkt in de context van digitalisering, vergroening en zo verder. Mobiliteit is belangrijk, is geen gemakkelijk vraagstuk. Er zijn zeker een groot aantal factoren die meespelen. Migratie kan een deel van het antwoord zijn, niet voor participatie, maar wel gerichte migratie in het kader van bijvoorbeeld knelpunten waar een bredere aanpak, een flexibele aanpak, wel een deel van die knelpunten zou kunnen aanpakken. Als we denken over activering, moeten we denken ook in het kader van doelgroepen. Er zijn verschillende groepen, laaggeschoolde vrouwen, niet-EU-burgers, waar andere beleidsmaatregelen naar voren komen en die allemaal hun bijdrage kunnen leveren. En tenslotte een punt dat ik nog niet echt heb aangehaald, maar ziekte, arbeidsongeschiktheid, is ook een belangrijk aspect. Er is in België in internationale vergelijkingen een relatief groot verschil tussen de werkgelegenheidsgraad van mensen met een arbeidsbeperking en anderen. En dus de vraag hoe kunnen we met preventie, begeleiding, reïntegratie ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden of wanneer ze ziek zijn, wanneer een toestand het toelaat om terugstappen naar werk te zetten. Dus voilà, activering is vraagt een breed multidimensionale aanpak. En daarmee zal ik stoppen. Ja, hallo, welkom terug allemaal. Ik ben blij dat ik na de koffiepauze mag komen. Zo zitten jullie er allemaal weer fris bij. Dat hoop ik toch. Ik zal mij ook even kort voorstellen. Ik ben Flore de Slover en ik werk als econoom op het departement Studie, net zoals Wouter en Jeff. Maar ik werk in de groep Internationale Economie, dus meestal bekijk ik de zaken vanuit een iets breder perspectief dan hen. En ligt mijn focus niet zozeer op het Belgische, maar vandaag ga ik toch proberen om die vertaalslag ook naar jullie toe te maken en ook over het Belgische perspectief een beetje te praten. Het onderwerp van deze presentatie gaat echt over klimaatbeleid en dan in het bijzonder van hoe kunnen wij ons energiesysteem bijsturen om dan te komen naar koolstof of beter gezegd nog zelfs klimaatneutraliteit. Eventjes. Zo, en hoe ga ik dat doen? Eerst en vooral gaan we een beetje kijken van waarom willen we dat eigenlijk? Waarom willen we naar die klimaatneutraliteit? Want zoals jullie waarschijnlijk al jullie kunnen indenken, dat heeft natuurlijk ook wel een kost voor de maatschappij. En welk kader bestaat daar rond? En dan in tweede instantie ga ik een beetje kijken van welke positie heeft de EU daarin? En hoe vertaalt zich dat naar België? En dan gaan we kijken naar de toekomstperspectieven en de conclusies. Dus de eerste vraag, waarom hebben we klimaatbeleid nodig? De economie heeft een invloed op het klimaat. En ik heb hier geprobeerd om de broeikaseffect heel kort en simpel uit te leggen. Namelijk, als we uitstoot hebben, dan vormt er zich in onze atmosfeer een soort deken rond onze aarde. En hoe meer dat we van die gassen hebben die zich dan opstapelen in de atmosfeer, hoe warmer dat wordt. Ik denk dat iedereen dat concept al kent. Maar wat heel belangrijk is om daarbij te weten, is eigenlijk dat het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, eigenlijk een quasi-lineaire relatie heeft aangetoond tussen die uitstoot van broeikasgasemissies en de stijging van de temperatuur. En het gaat niet alleen dan eigenlijk over de temperatuur, maar ook over een toename in frequentie en in amplitude van extreme weersfenomenen. Bijvoorbeeld de overstromingen, denk maar aan degene die wij hebben gehad in 2021, maar ook dingen zoals bosbranden, tropische stormen, en worden er tegenwoordig in het nieuws bijna elke dag mee geconfronteerd. We moeten dat ook wel toegeven natuurlijk, alle economische activiteiten, bouw, transport van goederen, industrie, die zorgen voor uitstoot van broeikasgassen en die zorgen dan op die manier voor klimaatverandering. En daartoe moeten we dan ook proberen om die uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Dat is een beetje in een nutshell waarom wij eigenlijk dat klimaatbeleid toch wel echt nodig hebben. En ik dacht, jullie zijn leerkrachten, dus jullie houden van een vraagstukje. Dus hier vinden jullie een mooi voorbeeld. We gaan het zeker en vast niet helemaal overlopen, maar ik heb het in het geheel aangeduid. Ik denk dat het belangrijkste daarin echt wel is van als we geen klimaatbeleid zouden nemen, als we geen klimaatactie zouden doen, dan hebben we eigenlijk al op basis van die proportionele constante
een toename van de temperatuur per decennium van 0,1 à 0,25 graden Celsius. Dus dat is wel echt een beduidende toename. Jullie kunnen dat rustig dan eens thuis bekijken en eventueel integreren in jullie eigen toetsen. Maar ja, daarbij ook uitstoot. Ik heb het de hele tijd over uitstoot, maar wat is België daar eigenlijk in? En België is eigenlijk, dat moeten we ook zeggen, maar een kleine garnaal in dit verhaal. Op wereldvlak vertegenwoordigen wij eigenlijk op jaarbasis maar 0,24%. Dat is dus echt bijna peanuts. Dat wil niet zeggen dat we daarom geen actie moeten ondernemen. Maar ja, er zijn een aantal vervuilers die toch wel zeer belangrijk zijn. Bijvoorbeeld als we hier kijken, is China die bijna op zich alleen 1/3 van de mondiale uitstoot vertegenwoordigt. De Verenigde Staten, 11%. Maar ook de EU als geheel, wij vertegenwoordigen toch wel een 7-tal%. En dan rechts, ik heb het altijd over broeikasgassen, koolstof. Om die concepten een beetje uit elkaar te halen, zien jullie duidelijk, er zijn meer broeikasgassen dan alleen koolstof of CO2. Maar CO2 is toch wel echt de belangrijkste. Hij vertegenwoordigt 3/4 van de uitstoot. Een tweede belangrijke is ook methaan. Methaan is ongeveer 1/5 van de wereldwijde uitstoot. En ook wel wordt steeds belangrijker qua klimaatbeleid, omdat het wel... het is eigenlijk veel krachtiger dan koolstof. Het is op een periode van 100 jaar is het ongeveer 25 keer zo krachtig qua warming potential. En het blijft ook veel minder lang in de atmosfeer. Methaan blijft een 12-tal jaar in de atmosfeer tegenover CO2 ongeveer 1000 jaar. Dus als je actie neemt op methaan, dan heeft dat veel sneller een impact. Dus wordt steeds belangrijker in de internationale besluitvorming rond klimaatbeleid. En dan gaan we eens kijken van waarom hebben we dan besloten om hier te focussen in die presentatie op ons energiesysteem. Hier zien jullie eigenlijk de wereldwijde verdeling van broeikasgassen in 2019. En daar wordt heel duidelijk dat energie wel hier in de brede manier gedefinieerd. Dat wil zeggen, zowel fossiele brandstofverbrandering voor de energieindustrie, dus elektriciteitssector, warmte, als bouw, industrie, transport, verwarming van gebouwen, verwarming van water, als ook op wereldvlak toch relatief belangrijk de vluchtige emissies die vrijkomen bij de ontginning en exploitatie van fossiele brandstoffen. Maar dus daaruit blijkt van 60% van die emissies zijn afkomstig van die energiesector. Dus daarop werken en die drastisch verlagen is echt essentieel als we naar onze uitstoot willen verminderen. Maar goed, ik heb het al gezegd, België is relatief beperkt, dus welk internationaal kader bestaat daar rond? Ik denk dat jullie dat ook allemaal al hebben gehoord in de media, het akkoord van Parijs. Maar sommige mensen hebben daar toch vragen rond en zeggen van wat is dat nu concreet, wat houdt dat in? Dus hier heb ik het een beetje kort samengevat. Wat is dat akkoord van Parijs? Sorry. Ik ben een beetje verkouden, sorry. Het is een internationale overeenkomst. Die werd gesloten in 2015 al. En dat is eigenlijk gesloten onder het raamverdrag van de Verenigde Naties dat al bestond. Maar wat veel mensen eigenlijk van een veelgehoorde misvatting is eigenlijk dat het akkoord van Parijs juridisch bindende doelstellingen oplegt. En dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Het akkoord van Parijs is een soort soft power instrument, als we het dan in diplomatieke termen willen uitdrukken. En dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat er een kader is en een gemeenschappelijk doel waar de landen naar streven. En dat doel, dat is heel belangrijk en dat hoor je ook wel heel vaak in de media. Namelijk, het doel daarvan is dat de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw wordt beperkt tot maximum 2 graden en bij voorkeur zelfs 1,5 graden vergeleken met het pre-industriële niveau. En daar zijn dan studies rond geweest van het IPCC, die expertengroep van de Verenigde Naties. En die hebben dan geconcludeerd op basis van de huidige klimaatwetenschap dat als we dat willen halen, dat we dan echt zo snel mogelijk onze broeikasgassen moeten laten pieken en moeten evolueren ook naar klimaatneutraliteit. En in het Engels is dat makkelijker om te begrijpen soms. Net zero wil zeggen en netto gebalanceerd qua uitstoot en qua opname van koolstof eigenlijk een nul totaal bereiken tegen 2050. En hoe gebeurt dat dan? Want ik zei het al, er is geen
juridisch bindende, wettelijk vastgelegde doelstelling, nog handhavingsmechanismen vanuit de VN. Maar wat het wel doet, is eigenlijk het akkoord van Parijs gaat voorschrijven dat de landen zelf hun doelstellingen gaan communiceren aan het secretariaat van het UNFCCC. En die doelstellingen worden nu op dit moment geformuleerd tegen 2030. Dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld in de EU doelstellingen hebben tegen 2030. En die heten in het Engels de Nationally Determined Contributions, wordt vertaald door nationaal bepaalde bijdragen. Die moeten elke 5 jaar geüpdate worden en ook meer ambitieus worden. En daarnaast worden landen binnen het akkoord van Parijs ook echt uitgenodigd om hun lange termijn strategieën te communiceren. Dat heeft er ook wel voor gezorgd dat er daar ook echt een beweging op gang is gekomen en dat de meeste landen dat effectief doen. Een ander puntje dat belangrijk is, is dat de landen binnen dat kader ook van het akkoord van Parijs echt verplicht worden om een transparantieverslag op te sturen. Ze hebben daartoe echt wel tijd gekregen om daar de statistische noodzaak, de instellingen en zo daarvoor voor te bereiden. En dus dat wordt nu geïmplementeerd vanaf volgend jaar 2024. En tenslotte ook wel een belangrijk puntje om zo in het achterhoofd te houden is, het akkoord van Parijs is bijna universeel bekrachtigd. Alle landen buiten Iran, Jemen en Libië, ik denk dat dat ook wel niet... we begrijpen denk ik allemaal waarom dat zij daar niet bekrachtigd hebben. Maar ze zeggen wel, het schrijft wel duidelijk voor van iedereen moet gemeenschappelijk zijn verantwoordelijkheden nemen. Maar ze zijn gedifferentieerd, want niet alle landen staan in hetzelfde stadium van ontwikkeling. En niet alle landen hebben ook dezelfde capaciteit om dat klimaatbeleid aan te pakken. Dus dat is ook een verwijzing naar bijvoorbeeld klimaatfinanciering. Goed, dus ik heb een heel boterhamtheorie op jullie bord gelegd, maar de vraag is dan, waar staan we nu? Oké, deze slide dateert van eind 2022. En jammer genoeg, jullie zien het daar aan het... Hier het mooie zwarte handje, staan we eigenlijk al op dit moment is het eigenlijk al 1,2 graden warmer dan op het pre-industriële niveau. Dus als eigenlijk de marge tussen die 1,2 en die 1,5 is zeer klein. En deze oefening toont eigenlijk 3 verschillende scenario's. Enerzijds het meest linkse hier, als we op basis van het huidige beleid, en het huidige beleid gaat dan wel beleid tot eind 2022, dan zouden we op het eind van deze eeuw uitkomen op 2,7 graden. Dus beduidend hoger dan die 2 dat we beogen. Als we zeggen van oké, maar we hebben al die NDC's en we hebben al die plannen die zijn opgestuurd naar de VN, we kunnen er toch van uitgaan dat dat tenminste gerealiseerd zal worden, dan zouden we nog altijd uitkomen op 2,4 graden, dus nog steeds veel te hoog. En als we dan zeggen van we hebben al die NDC-doelstellingen, maar we hebben ook die lange termijn strategieën, we hebben heel veel aankondigingen over klimaatbeleid, dan komen we uit op 1,8 graden. Maar ik denk wel, het zou dan wel een beetje gevaarlijk zijn als jullie dan zeggen van 1,8, bon, we zijn er, hè. 1,8, 2, wat is het verschil? Ik denk dat iedereen wel weet, aangekondigde doelstellingen, politici, die zijn gebonden aan electorale cycli, die beloven heel veel. Wordt niet altijd realiteit. Dus we moeten toch wel zeggen van zouden toch wat ambitieuzer nog moeten zijn, zeker op mondiaal niveau, om effectief het akkoord van Parijs te proberen bereiken. Dus hier is het nog eens een beetje op basis van de lange termijn strategieën. Verdere stappen blijven echt nodig. Links zien jullie weer het positieve verhaal van dit zijn, als we kijken naar emissies in termen van BBP en in termen van de wereldwijde bevolking, van welk percentage, welk aandeel wordt gecoverd door doelstellingen van klimaatneutraliteit en van net zero. En dat ziet er eigenlijk wel best goed uit, 90%. Maar in kleine lettertjes onderaan staat ook, dat gaat dan over alle doelstellingen. Dus zowel die dat vastliggen in wetten als beleidsdocumenten, als gewoon doelstellingen die nog maar besproken worden of aangekondigd zijn. En dan zien jullie rechts eigenlijk, als we dan echt naar die donkerblauwe taart gaan kijken, van welke landen hebben echt al een wettelijk vastgelegde doelstelling van klimaatneutraliteit, dan gaat dat eigenlijk nog maar over een 15%. Dus nog niet zoveel. Goed, maar hoe kunnen we daar dan geraken naar die klimaatneutraliteit? Hè? Welke beleidsinstrumenten kunnen we nemen? En dat zijn een heleboel. Ik ga ze niet allemaal bespreken, geen zorgen. Maar... Ik denk dat het belangrijkste om een beetje mee te nemen en dat ook het vaakst wordt besproken, is echt wel om een prijs te zetten op koolstof. Dat wordt vaak geciteerd en
Wat wordt daarmee bedoeld? Dat is eigenlijk dat we gaan zeggen van die negatieve externaliteit die gepaard gaat met bijvoorbeeld de productie van goederen, transport, die gaan we echt een prijs op gaan plakken, zodat de echte prijs dat beter weerspiegelt. Er zijn twee grote manieren om dat te doen. En jullie zien dat hier ook in de tabel. Vooral echt belasting, een koolstofbelasting, een koolstoftax. Of de tweede manier, en dat is ook de manier die de EU hoofdzakelijk gekozen heeft, is een handelssysteem in emissierechten. En daar gaan we straks nog even op terugkomen. En hier is dan een illustratie om jullie aan te tonen waarom die koolstofprijs echt wel belangrijk is. Dit is een oefening van het IMF, het is een illustratie. De blauwe lijn is eigenlijk dus de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies tussen 2050 en 2052, als we geen klimaatbeleid zouden nemen. En dan zien jullie toch wel een beduidende toename. De groene lijn toont dan, oké, als we nu eens gewoon investeringen zouden doen in hernieuwbare energie, subsidies daarvoor geven, waar komen we dan uit? En dan zien jullie dat we wel een daling hebben, een significante daling, maar dat we totaal helemaal niet aan die nul of richting die nul gaan dat we beogen in 2050. En het is pas op het moment dat we daar aan die twee maatregelen een geleidelijk toenemende koolstoftax gaan toevoegen en hier in het IMF-scenario ook een compenserende transfer aan de meest getroffen huishoudens, omdat we natuurlijk ook politiek verkoopbaar willen maken, dat we dan effectief de lijn beduidend zien dalen en richting die klimaatneutraliteit zien evolueren. Nu, waar staan we dan met die koolstofprijs op dit moment? Ook daar is er wel nog werk aan de winkel, want hier, dit is een database van de OESO, die is ook publiek beschikbaar, zien jullie een aantal landen dat ik ter illustratie heb toegevoegd. En dan zien jullie dat het bereik van die koolstofprijs, dat is een euro per ton koolstof-equivalent, dat het eigenlijk varieert van 5,7 euro per ton in China tot 89,4 in Italië. Dus een groot bereik eigenlijk. En hoe wordt dat akkoord van Parijs dan vertaald naar Europa? Hier zien jullie dan de verdeling, die donut dat ik eerder heb getoond op het wereldvlak, op Europees niveau. En daar zien jullie zelfs dat energie, wat ik energie noem, dus in de brede zin, nog belangrijker is dan dat het 77% van de uitstoot vertegenwoordigt. En als we dan gaan kijken van, ja, maar hoe is dat geëvolueerd? En want het is, ik toonde daar juist een momentopname. Dan zien jullie dat door het toepassen van een koolstofprijs, dat toch de emissies in die sectoren die daar onderhevig waren, elektriciteit en warmteproductie, in het lichtblauw, verwerkende industrie, in het rood, dat die serieus gedaald zijn sinds 1990. Terwijl dat de transportsector, dat daar eigenlijk niet aan onderhevig is, dat daar de emissies sterk gestegen zijn. En ja, door wat Jeff ook al aanhaalde, door het steeds efficiënter worden van de voertuigen en zo, zien we een soort stabilisatie de laatste jaren. En dan ook wel die bliep in 2020 door de pandemie. Landbouw bijvoorbeeld, is er een daling geweest in het begin, van in de jaren 90. Maar nadien is waarschijnlijk het laaghangende fruit al een beetje geplukt. En dan zien we toch ook sinds een vijftiental jaar een stabilisatie van de uitstoot. De EU heeft dan binnen het kader van het akkoord van Parijs een aantal nieuwe maatregelen opgenomen. En het zijn twee hele belangrijke doelstellingen. De eerste is wat veel mensen ook al kennen onder de naam van Fit for 55. Min 55% uitstoot tegen 2030. En de tweede is net zero klimaatneutraliteit tegen 2050. En hoe doet de EU dat? Hoe verdelen zij dat? Ze doen eigenlijk heel veel verschillende maatregelen. Ik ga jullie kort straks een tabel tonen. Maar er zijn drie grote werven, laat ons zeggen. Enerzijds de niet-ETS-sectoren, dus de sectoren die niet onderhevig zijn aan het emissiehandelssysteem. En daar is de doelstelling min 40% ten opzichte van 2005. Dan rechts de sectoren die wel deel uitmaken van dat ETS-systeem. En daar is het min 62% ten opzichte van 2005. En dan is er een derde, een beetje speciale sector, wat in het Engels LULUCF, Land Use Change and Forestry. Dat is eigenlijk alle emissies die te maken hebben met landgebruik, verandering daarvan en ook bosbouw.
omdat die bijvoorbeeld ook kunnen worden ingezet om meer koolstof op te nemen uit de lucht. En daar heeft de EU ook aparte doelstellingen voor geformuleerd. Hier zijn dan het overzicht van die beleidsinstrumenten die genomen zijn in het kader van Fit for 55. En de linkerkant zien jullie eigenlijk de beleidsinstrumenten die al bestonden voordat men sprak van Fit for 55. Een aantal daarvan bespreek ik straks meer in detail. Maar jullie zien, ze zijn onderlijnd. Dus later als jullie dan de presentatie krijgen, dan kunnen jullie doorklikken op die links voor meer informatie. En rechterkolom zien jullie de nieuwe klimaatbeleidsinstrumenten die genomen zijn in het kader van Fit for 55. En ik zou zeggen, een van de belangrijkste daarvan is wel dat mechanisme voor koolstofgrenscorrectie, waarbij men gaat proberen om eigenlijk ook andere landen buiten de EU aan te zetten om een prijs op koolstof te plakken. Als we dan bekijken eigenlijk vanuit een internationaal perspectief, dan kunnen we best wel trots zijn eigenlijk, want de EU is echt wel de beste student in de klas op internationaal vlak. Onze nationally determined contributions die zijn eigenlijk in overeenstemming met het akkoord van Parijs. We hebben een juridisch bindende doelstelling, die ligt vast in de Europese klimaatwet. En het kader wordt verder ontwikkeld door Fit for 55. Dus op EU-niveau zijn eigenlijk alle beleidsmaatregelen genomen of nog in onderhandeling en binnenkort omgezet in wet. De focus ligt dan nu ook vooral op implementatie en vertaalslag naar de lidstaten. En ook als we het op de langere termijn gaan bekijken, onze doelstelling van klimaatneutraliteit is echt geloofwaardig, zowel qua opzet, qua transparantie, qua toepassingsgebied. Er is bijvoorbeeld ook een regelmatige herzieningsprocedure voorzien, dus we worden daar zeer positief beoordeeld. En om jullie te tonen dat dat niet overal het geval is, hier zijn een paar van de grootste mondiale vervuilers. En het goede nieuws is dat geen enkel van hen nog in het rode kwadrant zit, waarbij zowel ze niet voldoen qua ambitie om het akkoord van Parijs te halen als qua implementatie. En met implementatie bedoel ik dan echt dat ze de beleidsmaatregelen hebben genomen die nodig zijn om hun ambities te behalen. Maar dat er toch eigenlijk maar van die zes die hier getoond worden, dat er eigenlijk maar twee zijn die zowel qua ambitie als qua implementatie in het groene kwadrant zitten. En dat is de EU en het Verenigd Koninkrijk. En dan gaan we over naar België, hè, want we hebben de EU besproken kort. Maar wat betekent dat dan voor België? Hier in België is opnieuw de donut een beetje voor België. Het is ongeveer gelijkaardig dan in Europa, met een iets belangrijkere uitstoot voor de industrie. Dat heeft opnieuw te maken met onze economische structuur, ook door Jeff al een beetje aangehaald. Iets minder voor landbouw. Maar dat opnieuw, dat die sector, die brede sector energie, opnieuw toch ongeveer 3/4 van onze emissies vertegenwoordigt. En de officiële EU-doelstelling, wij zijn uiteraard lid van de EU, dus die gaat voor een groot stuk onze doelstelling bepalen voor alle installaties die onderhevig zijn aan het emissiehandelssysteem. Dat betekent dat zij die min 55% gaan moeten respecteren. Ze gaan die doelstelling moeten waarmaken. Voor de sectoren die niet binnen het emissiehandelssysteem is er een aparte doelstelling die jullie hier in het rode cirkeltje zien. Een belangrijke kanttekening is natuurlijk, ja, we zijn een federale staatsstructuur. Is ook in de twee vorige presentaties al een beetje naar voren gekomen. Dat wil zeggen dat de bevoegdheden ook qua klimaat verdeeld zijn over de gewesten en het federaal niveau. Er is een heel overzichtelijke tabel beschikbaar die ik ook gelinkt heb hier. Kunnen jullie eens naar gaan kijken. Maar vooral, dat betekent dat die nationale reductiedoelstelling ook verdeeld moet worden tussen het federale en het gewestelijke niveau. En dat is wat we de lastenverdeling noemen of de burden sharing. En daartoe is er eigenlijk een onderhandeling nodig. Dat is, laat mij het zacht uitdrukken, niet altijd simpel geweest in het verleden. En dat is ook nu niet het geval. Het nieuw energie- en klimaatplan is op dit moment nog in onderhandeling. Normaal gezien moesten wij tegen juni van dit jaar een nieuwe versie opsturen naar de EU, maar dat is helaas nog niet gebeurd, omdat er nog geen consensus is bereikt.
Vlaanderen heeft ook op wet natuurlijk vanuit voor zijn bevoegdheden en zijn niveaus ook al twee beleidskaders ontwikkeld om die klimaatdoelstellingen te behalen. En Brussel, ja, die ben ik hier vergeten voor de Nederlandstaligen uit Brussel, die hebben ook hun eigen plan al goedgekeurd. Maar als we dan terug even gaan kijken van ja, als geheel van België, waar staan we dan? Hè? We hebben heel veel plannen, we proberen die, maar waar staan we op dit moment? Links het goede nieuws. Hè? Hier zien jullie dat de rode lijn is eigenlijk de evolutie van het BBP sinds 2005. En daar zien jullie dat dat mooi is blijven toenemen, terwijl we eigenlijk alle milieu-indicatoren erin geslaagd zijn om die te doen dalen. Dus we hebben echt wat we in het Engels noemen die decoupling, die ontkoppeling van economische activiteit en milieu-indicatoren kunnen realiseren. Dus door het steeds efficiënter worden van onze productie en is dat echt wel gelukt. Dus dat is het goede nieuws. Het iets minder goede nieuws is, is het rechterpaneel. Daar zien jullie in het groen de waarnemingen voor de effectieve uitstoot van broeikasgassen. Het groen is de totale uitstoot. Geel-oranje, meer oranje misschien, is de uitstoot in de niet-ETS-sectoren. En dat is gedaald, zeker. Maar als we gaan kijken, de stippenlijnen zijn de doelstellingen tegen 2030. Dus die twee puntjes dat jullie daar zien, zijn de projecties. Die heb ik overgenomen van het Federaal Planbureau. Dan zien jullie dat we toch nog met een zeer grote kloof moeten werken en dat, dat we er niet gaan in slagen om onze doelstellingen te halen als er geen bijkomende maatregelen genomen worden. En dan, om nog even terug te gaan naar het thema, de energie, dan gaan we nog iets meer op energie ingaan. En ga ik even nog kort een beetje uitleggen, want ik heb het nu al vaak aangehaald, die EU ETS of het emissiehandelssysteem van de EU. Maar ja, wat is dat eigenlijk in principe en hoe werkt het? Het is een echt cap-and-trade mechanisme. En wat wil dat zeggen? Eigenlijk gaat het erover dat de grote installaties binnen de EU in een aantal sectoren, namelijk de energie-intensieve industrie, de elektriciteitssector en de luchtvaart binnen de Europese economische ruimte, dat die eigenlijk onderhevig zijn aan een bepaald plafond van emissies. Dat wil zeggen, voor de hele EU is er één plafond bepaald van totale uitstoot. En bovendien, dat is wat we de cap noemen, en dat plafond daalt ook elk jaar door een jaarlijkse lineaire reductiefactor. Nu, de vraag is dan, ja, hoe worden die emissierechten toegewezen? Een emissierecht is eigenlijk gewoon, staat bovenaan, het recht om het equivalent van 1 ton CO2 uit te stoten. Dat wordt per installatie toegewezen. Enerzijds voor bepaalde installaties gratis, omdat zij bijvoorbeeld vroeger, voordat we Fit for 55 hadden, dat ze onderhevig waren aan koolstoflekkage, omdat er risico was dat er concurrenten uit andere landen zouden hebben, was ook kosteloze toewijzing voor de meest efficiënte, maar het grootste deel van die emissierechten wordt eigenlijk geveild per opbod. En dan is er het tweede luik van wat we zeggen, dat cap-and-trade mechanisme, is de trade uiteraard. En dat wil zeggen van als een installatie in een bepaald jaar energie efficiënter gaat produceren en daardoor erin slaagt om minder uit te stoten dan waar ze recht op hebben, dan kunnen ze dat overschot aan emissierechten ook gaan verkopen onder elkaar. En dat is dan de trade. En dat zorgt ervoor dat er ook echt een incentive is bij ondernemingen om energie-efficiënter te gaan produceren en om te gaan investeren eigenlijk in het verminderen van hun uitstoot. Het is van toepassing binnen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen en het omvat eigenlijk alle broeikasgasemissies. Die EU-ETS is al in werking sinds 2005, dus dat is best lang eigenlijk al. En dat is ook een beetje een leerproces geweest. Er zijn al 4 fases geweest. Ondertussen zitten we al in fase 4. Hier opnieuw in de linkerkolom zien jullie de fase 4 zoals ze oorspronkelijk opgezet was voor de hervorming van EU Fit for 55. En er zijn een aantal wijzigingen gebeurd die jullie hier rechts vinden sinds we dat pakket goedgekeurd hebben van Fit for 55. Onder andere is er beslist dat er meer sectoren
dat de ETS zal van toepassing worden op meer sectoren, dus de maritieme sector, maar ook in de eerste instantie zal er een afzonderlijke emissiehandelssysteem worden opgezet voor gebouwen en transport dat dan later gefuseerd zal worden. Daarnaast gaat het plafond, dat, wat ik daar juist al zei, van die totale de toegelaten uitstoot van de EU, dat gaat sneller gaan dalen, doordat de lineaire reductiefactor sterker toeneemt. Jullie zien de verschillen binnen de percentages tussen de linker- en de rechterkolom. Daarnaast is er een snellere daling van de installaties die nog gratis toegewezen emissierechten kregen. En tenslotte werd er ook beslist om een sociaal klimaatfonds in te richten. Dat zorgt ervoor, dus de markt is nu krapper dan wat men eerst had beoogd. De prijzen worden verwacht om sneller te stijgen, waardoor, zoals ik ook al daar juist zei, er gedacht wordt dat de industrie sneller zal evolueren naar meer energie-efficiëntie. Hier is dan gewoon het aantal emissies, zoals het effectief is geëvolueerd, en dan het plafond. En jullie zien heel mooi dat de emissies eigenlijk altijd mooi onder dat plafond zijn kunnen blijven. En jullie zien ook het verschil hier tussen het plafond, zoals het oorspronkelijk werd beslist, en dan die sterkere daling binnen Fit for 55 met die lichtblauwe stippenlijn daar. En ook rechts, dat dus de verandering in de opzet van het ETS-systeem echt ervoor heeft gezorgd dat de koolstofprijs die we hebben in de EU binnen dat systeem heel sterk gestegen is. Zeker vanaf 2021 zien jullie een sterke toename van die prijs, wat dat ook echt wel de bedoeling is van het systeem. Daarnaast, ik heb het over energie, maar het gaat dan ook natuurlijk over het inzetten van het aandeel van hernieuwbare energie dat we hebben. Daar zien jullie, er zijn heel veel soorten hernieuwbare energie. Daar zijn ook nieuwe doelstellingen voor vastgelegd. Die zijn ook heel recent aangescherpt, onder andere als gevolg van die energiecrisis die we vorig jaar hebben gehad. Rusland heeft Oekraïne ingevoerd, heeft een enorme opstoot van de energieprijzen gezorgd. Dat heeft natuurlijk ook een beleidsreactie uitgelokt op Europees niveau. En dat beleidskader is nu in bespreking, maar het zal zeer binnenkort goedgekeurd worden. En dan is de idee eigenlijk om toch naar een aandeel te gaan op EU-vlak van 2,5% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Er zijn daarnaast ook nog een aantal andere maatregelen genomen. Energie-efficiëntie in het algemeen, een herziene richtlijn voor energie-efficiëntie, inzetten op duurzame biomassa en puntje, want er zijn nog veel andere maatregelen genomen. Dan, om een beetje af te sluiten, wat zijn de toekomstperspectieven en de conclusies vanuit deze hele boterham van informatie over klimaatbeleid. Enerzijds, ja, zoals ik het al zei, we moeten echt op wereldwijd vlak verder en ambitieuzer durven zijn. Enerzijds, in zaken op wat puntje 1 zegt, van ja, we moeten proberen ook om die nationaal bepaalde doelstellingen op een geharmoniseerde manier te formuleren. Nu is elk land eigenlijk vrij om dat te doen zoals zij willen. Er is nog geen geharmoniseerd kader om ook die doelstellingen te vertalen naar echt een impact op CO2 of op broeikasgassen. Daarnaast, ja, koolstofprijs, heel goed en wel, maar we zouden dat ook echt op internationaal niveau moeten hebben, idealiter. Misschien wel een gedifferentieerde, maar toch een minimum koolstofprijs. En wat ik in het begin ook al zei, methaanemissies is ook een belangrijk punt. En daar is al actie ondernomen door de Global Methane Pledge. Maar daar is het jammer, de grootste uitstoters van methaan nemen daar bijvoorbeeld niet aan deel. China, India en Rusland. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere punten op klimaatbeleid waar ik hier totaal niet op ben ingegaan, maar die ook belangrijk zijn, zoals adaptatie, technologietransfers, onderzoek en ontwikkeling, klimaatfinanciering, etc. En dan een heel belangrijk puntje ook is een beetje de politieke economie van heel dit debat. Want vaak horen we toch van ja, koolstofprijs, kunnen dat niet verkopen, de mensen willen het niet. Denk aan de gilets jaunes. Mensen komen op straat, ze willen niet dat de prijs van hun producten duurder wordt, et cetera. Maar zeer recent onderzoek, en hier citeer ik eigenlijk
drie onderzoeken van 2021, 2022 en 2023 toont aan dat eigenlijk de burgers veel meer bereid zijn om klimaatbeleid te aanvaarden dan wat de politici vaak aangeven. Er zijn wel factoren die noodzakelijk zijn om die steun te vergaren. Het is niet genoeg om aan iemand te zeggen van, ah ja, het gaat helpen om het klimaatprobleem op te lossen. Want dan gaan ze die steun niet verlenen. Wat is er nodig? Het is een beetje een soort marketing naar het publiek toe. We moeten eigenlijk communiceren over de verwachte doeltreffendheid van een bepaalde beleidsmaatregel. De verwachte effecten voor het eigen huishouden, dus voor de persoon of voor zijn familie, van wat brengt het mij in kosten en baten. En ook op, in bredere zin de verwachte verdelingseffecten. Dus is het een eerlijke maatregel? Wordt het als fair beoordeeld? Worden de lagere inkomens bijvoorbeeld gecompenseerd? Of de mensen die het sterkst getroffen zijn door bepaalde maatregelen? En het is bewezen dat als we daarover de mensen informeren, dat ze wel vaak hun steun verlenen aan klimaatbeleid. Dus de belangrijkste conclusies zijn, ja, enerzijds, er is geen tijd te verliezen. We zijn 2023. Als we bepaalde doelstellingen in 2030 willen halen, dan moeten we echt wel nu actie ondernemen. De slide met de temperatuur toonde het aan dat we ook eigenlijk totaal niet op schema zitten om de doelstellingen van Parijs te halen op mondiaal vlak. Dat we hebben een progressief stijgende koolstofprijs nodig. Dat is het meest economisch efficiënte om er te geraken. Maar gezien het feit dat we maar korte tijd hebben, we hebben ook andere instrumenten nodig, zoals subsidies, regulering, etc. Er is noodzaak aan meer internationale samenwerking en meer internationale, op verschillende vlakken eigenlijk, maar geopolitiek speelt daar vaak een rol. Maar ook, wat ik al zei, betere nationale coördinatie, zodat we daar ook sneller vooruit kunnen gaan. We moeten aandacht besteden aan communicatie over klimaatbeleid, zodat we de kosten en de baten en de verdelingsaspecten duidelijk maken aan de mensen. En we moeten dan ook vanuit ons perspectief als economisch onderzoekers meer kunnen begrijpen over de effecten door meer granulaire data tot onze beschikking te hebben. En dan tenslotte, ja, de EU is een voorbeeld op internationaal vlak. Maar ik denk dat mijn slide het ook heeft aangetoond. België zal toch nog serieuze inspanningen moeten leveren om zijn doelstellingen te halen. Zo. Dus ik dank jullie. En als dan gaan we eraan beginnen. Welkom, het is de laatste sessie van vandaag. Ik vermoed dat het al een lange namiddag geweest is, dus we gaan het een klein beetje interactief maken. Vandaag gaan wij spreken over de koolstofarme economie binnen de financiële markten, zowel mijn collega Jonas als ikzelf. Wij werken binnen het departement financiële markten, ik werk in de front office en Jonas werkt in de middle office. Dat klopt. Als deel van die interactie hadden we graag dat jullie naar Slido gingen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Jullie kunnen op de laptop of op jullie gsm naar slido.com gaan. En daar kunnen jullie een code ingeven. We gaan direct kijken. Je mocht vandaag dus in de klas de smartphone uithalen. Dus, Zo, en we gaan beginnen met een eerste vraag. Als we nadenken over die transitie, waar al over gesproken is, transitie naar een koolstofarme economie, dan zijn er uiteraard verschillende spelers in de maatschappij die een rol te vervullen hebben. Volgens jullie, welke zijn de belangrijkste actoren als we die zouden rangschikken van meest naar minst belangrijk? Dus ik zou zeggen, begin gerust te stemmen. En als alles goed gaat, dan zien we hier live de resultaten. Ja. Je gaat normaal gezien dus die vier opties zien verschijnen. Kijk, het heeft hier iemand al gevonden. Je kunt de volgorde zetten van uw verschillende actoren en dan kijken. Dus we hebben er al twee mensen die hem ingevuld hebben. Nu ik zie hier meer mensen dan twee mensen in de zaal. Ik ga even wachten. Nog even tijd geven aan de deelnemers die nog bezig zijn. Het aantal stemmen begint op te lopen. En we zien toch al een duidelijk patroon. Ik zie dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid graag afschuift. En toch wel focust op de bedrijven. Ja, ik denk dat er hier geen goed of fout antwoord is. Maar uiteraard, als we spreken over de economie en de economie transformeren, fundamenteel transformeren, hebben bedrijven een belangrijke rol te vervullen. Overheid komt op de tweede plaats. Zou ook niet mogen verbazen dat die een belangrijke rol speelt, omdat die de regels van het spel uiteraard bepaalt. Nu,
We gaan beginnen. De financiële sector stond daar op de derde plaats. Wat we gaan doen is kijken waarom zou een financiële sector geïnteresseerd zijn in die transitie en waarom moet die ook een rol vervullen. Jonas. Ja, dus je zag dat juist, dat iedereen denkt dat de financiële sector wel een rol heeft. Belangrijker dan de burgers, maar niet aan de rest nu. De financiële sector is op dit ogenblik bezig met de klimaatsverandering en zich aan te passen aan de transitie. Maar als je de financiële sector goed kent, dan is dat natuurlijk niet in de eerste plaats omdat ze de wereld willen verbeteren. En dat is omdat de financiële sector aan zichzelf denkt. Wij willen geen verlies maken. En dus met de klimaatsverandering komen een aantal risico's op de financiële sector af. En de belangrijkste risico's staan hier een beetje op het schema gegeven. De belangrijkste die eerst komt, is het risico van de transitie. We veranderen naar een koolstofarme economie. Dat betekent dat een aantal bedrijven een slag gaan krijgen en andere aantal bedrijven gaan het enorm veel winst maken. Natuurlijk wil je niet degene zijn die, zoals in de onderste quote, heel veel geld uitgeleend heeft aan een aantal bedrijven die bezig waren met een nieuw koolstofcentrale te bouwen. Want die is stranded asset geworden, dat betekent die mag niet meer gebruikt worden, die investering is stopgezet, ze zijn die kwijt. Dus alle financiering, alle leningen die naar daar gegaan zijn, zijn ook kwijt. Dat wil je als financiële sector niet meemaken, dus je wil als financiële sector weten van oké, die transitie naar koolstofarme economie, wie gaat er daar mee in de problemen komen? We gaan daar heel voorzichtig mee zijn. Dan komt eigenlijk samen een ander risico dat daaraan vasthangt, sommige mensen nemen die samen, dat is litigatie, rechtszaken. Rechtszaken wordt verwacht om iets later echt belangrijk te worden. Dus de transitie zelf is iets dat vandaag al heel relevant is. Die rechtszaken die kunnen later komen. En rechtszaken zo tegen een Shell enzovoort zijn al gekend. Maar hier heb ik ook hetzelfde voorbeeld van die koolcentrale in Polen genomen. Waarom is die stranded geworden? Omwille van een rechtszaak in Polen, wat er gezegd wordt. Dat was een Poolse staatsbedrijf die dat deels financierde. En een aantal VZW's, zoals Klimaatzaak, hebben daar gezegd van ja, maar dit is geen efficiënte besteding van overheidsgeld. Dus weggesmeten geld. Je mag dat niet doen, dat is economisch niet efficiënt voor de staat. Ze hebben gelijk gekregen, dat plan is geschrapt. En er zijn ook mensen die dus geld verloren zijn. Opnieuw de financiële sector wil dat niet meemaken. En dan de laatste risico, fysieke risico's, dat gaat echt over de klimaatverandering. Hè. Dus als we veel warmere tijden hebben, als we veel meer extreme neerslag kunnen hebben, dan kunnen we een hoop schade ondervinden. Je wilt natuurlijk niet blootgesteld zijn aan die schade. Een voorbeeld uit onze eigen recente geschiedenis, de overstroming die vooral in Wallonië hebben plaatsgevonden, niet zo heel erg lang geleden. Die hebben uiteindelijk aan onze verzekeraars 2 miljard euro gekost. Dat is erg veel geld. Je wil als verzekeraar weten, gaat dat gebeuren? Hoe vaak gaat dat gebeuren? Om dan de juiste premies te kunnen inschatten, om die 2 miljard euro niet als verlies te kunnen zien, maar precies de som die betaald is geweest in termen van verzekeringspremies. Dus al die dingen, al die risico's komen erop op ons af. Dus de financiële sector zegt puur gewoon, wij willen geen liefdadigheidsinstelling zijn, maar we willen ook geen verlies maken, we gaan daarmee aan de slag. Daarom speelt koolstofarme economie sowieso een rol in de financiële sector. Nu, die risico's kunnen misschien eerder wat het anticiperen van de risico's wat negatief lijken, maar er zijn uiteraard ook opportuniteiten aan de transitie. Hier zijn twee charts die ik recent uit de Financial Times geplukt heb, naar aanleiding van een rapport dat de International Energy Agency gepubliceerd heeft een tweetal weken geleden. Dit gaat over de energietransitie. Heel specifiek aan de linkerkant zien we de groei in zonnepanelen en aan de rechterkant elektrische wagens. Ja, het zal niet verbazen uiteraard, we zien daar een exponentiële groei. Niet enkel voor de bedrijven die erachter staan, maar de financiële instellingen die groei kunnen identificeren, goed inschatten en uiteraard de financiering daarvan doen, die zullen daar ook baat bij hebben. Met deze voorbeelden focus ik voornamelijk op de energietransitie, maar dat gaat natuurlijk ook breder. Meer dan we denken over plastics recycling, eerder dan nieuwe grondstoffen uit de grond te halen, vaak olie om plastic te maken, als we gaan focussen op recyclage of hergebruik. Dat zijn ook opportuniteiten die de koolstofintensiteit van onze economie
naar beneden brengen. Dus het gaat niet enkel over hernieuwbare energie, het kan iets breder gezien worden. En wanneer we nadenken over de financiële sector en het identificeren van opportuniteiten in die transitie. Nu, oké, er zijn dus een aantal redenen voor de financiële sector om daarmee bezig te zijn. Risico's anticiperen, opportuniteiten identificeren. Maar hoe kunnen we daar nu mee omgaan, praktisch? Hier zijn een aantal voorbeelden gegeven. Dit poogt niet compleet te zijn, maar het geeft wel een beetje een feeling van hoe een financiële sector daarmee aan de slag kan. Ik ga jullie daar rustig doorleiden. Dus we beginnen links bovenaan in de rode box. Wat kan je doen? Je kan investeren in financiële producten die klimaataspecten gaan integreren. Denk bijvoorbeeld aan een groene obligatie, en dat is iets waar we wel dieper op ingaan. Het is een obligatie waarvan de opbrengsten gebruikt worden om bijvoorbeeld hernieuwbare energieprojecten te gaan financieren. Energieefficiëntie, isolatie van gebouwen, circulaire economieprojecten. Als jij als investeerder of als financiële instelling zo'n producten gaat aankopen, dan ga je in dit geval een blootstelling krijgen aan de mogelijke opportuniteiten. Of, in het geval bijvoorbeeld van een windmolenpark, hoop je daarmee bepaalde klimaatrisico's ook af te dekken. Dat is de eerste box. Als we nu opschuiven naar de rechterkant, de groene kant, integreer klimaatrisico's en of opportuniteiten in het investeringsbeleid. Dus eerder dan een product te kopen dat wordt aangeboden, waar bepaalde aspecten reeds zijn geïntegreerd, ga je dat zelf gaan integreren in je eigen investeringsbeleid. Als je een beleggingsportefeuille hebt als een belegger, dan ga je economische activiteit gaan financieren. En die economische activiteit die creëert een bepaalde uitstoot van broeikasgassen. Dus als jij zelf binnen je eigen portefeuille bepaalde klimaataspecten, zoals decarbonisatie van de portefeuille, gaat nastreven, dan ga je zorgen dat jouw financiering, dat die eigenlijk economische activiteiten gaat financieren waarvan de uitstoot naar beneden zal gaan doorheen de tijd. Het kan op verschillende manieren gebeuren. Exclusie van bepaalde bedrijven kan één zijn, maar je kan ook gaan kijken naar een volledige economie, ik zeg maar de Europese economie, en dat je daar een beetje meer gaat investeren in minder gaat investeren in koolstofintensieve bedrijven en in koolstofarme bedrijven dan iets meer gaat investeren. Dus dat is een voorbeeld van integratie van klimaataspecten in uw eigen beleid als investeerder. Het derde punt, de oranje box, ook belangrijk, en daar komen we straks ook nog op terug, is eigenlijk het creëren van transparantie. We zijn bezig met een transitie naar een koolstofarme economie. Het is helemaal niet duidelijk wat het ene pad is dat we moeten volgen. Dus door transparantie te creëren, omwille van over de verschillende aspecten die daarbij komen kijken, kunnen we die transitie beter gaan begeleiden en kunnen we ook vanuit de financiële sector beter de risico's en opportuniteiten gaan inschatten. En een van de voorbeelden hier, en dat is ook iets wat de bank gedaan heeft binnen het eurosysteem eerder dit jaar, is transparantie gaan brengen over de gefinancierde broeikas. Gasuitstoot. Dat is ook online te vinden, is iets wat we samen met de andere centrale banken en de ECB dit jaar gedaan hebben. En dan om het plaatje rond te maken hier, en dat is mogelijk wel de moeilijkste of meest gevoelige, dat is de blauwe box, dat is het gaan engageren, het gaan betrekken van stakeholders. Dat kan zeer direct zijn, als aandeelhouder naar een algemene vergadering gaan en daar je stem laten horen over klimaataspecten, maar dat kan ook wat subtieler zijn. Deelnemen in bepaalde initiatieven binnen de financiële sector, zoals we zullen zien, zijn er heel wat verschillende initiatieven rond klimaat. Dus daar mee in werken, die kennis vooruitbrengen, of als sector bepaalde stappen zetten of zaken eisen, behoren daar ook toe. Dus dit zijn een aantal voorbeelden van hoe een financiële sector klimaataspecten kan integreren. Maar het blijft niet enkel bij de financiële sector. Eigenlijk zijn dat strategieën die ook de particulieren of een particulier zou kunnen toepassen. En daarom hebben we een volgende Slido-vraag. Ik ga het hier nog snel even moeten aanzetten. Maar jullie mogen alvast terug naar Slido gaan. En als het goed is, kunnen jullie de volgende vraag beantwoorden. We hebben hier nu enkele strategieën gezien. Hebben jullie zelf als individuele belegger, uiteraard het verschil van een institutionele investeerder, maar hebben jullie zelf ervaring met één van deze strategieën? Dus jullie zien de vier mogelijke acties en dan uiteraard geen van bovenstaande, wat dat ook zeer goed mogelijk is. De antwoorden stromen binnen. Ja, zachtjes aan zien we daar een
patroon verschijnen. En ik denk eigenlijk, in lijn met de verwachtingen, heel vaak als particulier, zijn we ons misschien minder bewust van de mogelijkheden die we daar hebben als individuele belegger. Maar daarnaast zien we toch dat er een aantal mensen zijn die investeren in producten die het klimaat integreren. Dat kan gaan over een aandelenfonds, dat bijvoorbeeld een Paris Aligned Benchmark volgt, dus een bepaalde EU-regulation of een Climate Transition Benchmark, of groene obligaties. Dus fijn te zien dat daar toch al zeker ervaring mee is. En het integreren van eigen klimaataspecten, ook wel, denk niet voor de... Ik zou verwachten dat dat ook is voor mensen die er toch wel iets meer mee bezig zijn. En dan engageer stakeholders. Toch is... één iemand die daarmee bezig is. Ik ga niet vragen wie, maar chapeau. Goed, dan Jonas. Ja, dus in dat hele verhaal, in het kader van al die verschillende opties, is er eigenlijk één onderwerp dat we vandaag een beetje dieper gaan bekijken, wat dichterbij gaan bekijken. Ook gelinkt aan een onderzoek dat we straks nog gaan aanraken. En dat zijn die groene obligaties die institutionele investeerders, maar ook particulieren kunnen aankopen. Je heeft eerder al gezegd, van, ja, je kunt daar windmolens mee financieren of zo. Nu, het fantastische is, er zijn heel veel voorbeelden. In België zijn een aantal bedrijven die groene obligaties hebben uitgebracht. Maar de Belgische staat, de Vlaamse overheid, hebben elk ook groene obligaties opgebracht. Dus laten we een keer kijken, wat is dat nu? Zo'n groene obligatie, dat is een zak geld waar je niet mocht mee doen wat je wilt. Dus als de Belgische staat geld leent, dan kunnen ze daar uiteindelijk via de Vlaamse overheid jullie lonen mee betalen. Maar met een deze gaat dat nooit mogen gebeuren. Met een deze groene obligatie, mogen ze, zodra dat ze daar 3 of 4 miljard of hoeveel miljard dan ook mee ophalen, mogen ze dat enkel investeren in een aantal projecten die op voorhand beschreven zijn in het document die bij die obligatie gaat en die groen zijn. Dus dat betekent bijvoorbeeld windmolens en al die klassieke voorbeelden. Maar als we gewoon kijken van wat heeft de Belgische staat met zijn groene bond gedaan, dan zie je dat hier op de slide eigenlijk tevoorschijn komen. Nu, het belangrijkste poot zijn die twee grote donkerblauwe en lichtblauwe schijf aan de rechterkant. Dat is de spoorwegen. Er is heel veel geld opgehaald, dus via die groene bond is rechtstreeks naar de spoorwegen gegaan. Ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is waarom dat onder groen zou kunnen klasseren. Dan komen er een hele hoop specialetjes bij. De eerste drie specialetjes zijn lichtgrijs, groen en geel. Dat zijn belastingsvoordelen. Blijkbaar het niet uitgeven van geld in de zin van het niet geven van een niet ontvangen van een belasting, kunt je ook zien als een financiering via een groene bond. Dus belastingsvoordeel voor particulieren in verband met openbaar vervoer, fiets en elektrische auto's wordt gefinancierd op die manier. Dus het feit dat wij geen belastingen moeten betalen of daarop, of minder belastingen betalen daarop, halen ze in de plaats daarvan binnen. En er zijn nog een paar andere belastingsvoordelen in verband met hergebruik van verpakkingen, van besparende maatregelen, energiebesparende maatregelen zit er ook in. Dus heel veel belastingsvoordeel zit daarin. En als laatste nog een beetje werk in verband met een heel dun schijfje ontwikkelingsorganisaties. Dat is eigenlijk gewoon organisaties helpen die proberen alles in de wereld beleidsmaatregelen groener te maken. Dat mag ook. En dan BE-investering, investeringen via investeringsvehikels die specifiek in groene projecten gaan. Dus als je windmolens voorstelt of recyclagebedrijven of zo, dan zit dat in die poot via een investeringsvehikel. En de laatste is de ontwikkelingsinvestering. Eigenlijk hetzelfde, ook investeringen, effectief groene industrie, groene assets, maar dan in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Dat is gedaan met die groene bond. Dus als je afvraagt, wat zit er in een groene bond? Dat is het voordeel. En het fantastische is, als jij om het even welke groene bond koopt en je vraagt je af, wat wordt ermee gedaan, kun je dat altijd opzoeken. Want al die bedrijven zijn verplicht om dat soort rapporten te publiceren. Dus als je een beetje goesting en tijd hebt, kun je altijd het antwoord krijgen op die vraag. Dan een volgende slide. Ja. Voor Michiel. Dat is één deeltje. We hebben verschillende acties gezien. Groene obligaties zijn er een element van. Deelnemen in internationale initiatieven is een ander element. Hier hebben we gewoon enkele keywords op scherm gebracht, waarvan je sommigen misschien zal herkennen. We gaan zeker niet in detail gaan, anders zitten we hier vanavond nog. Maar misschien toch twee elementen om uit te lichten. Enerzijds is er vrij veel regulatie op EU-level.
De Europese Commissie heeft reeds in 2018 een Sustainable Finance Action Plan uitgebracht. Daaruit volgend zijn heel wat initiatieven gevolgd, gaande van een EU taxonomy, die probeert de duurzame economische activiteiten op te lijsten en daar technische screening criteria tegenover te zetten. Er is de Sustainable Finance Disclosure Regulation, die financiële instellingen verplicht om aan bepaalde disclosure te doen, dus weer die transparantie die daar komt. Wat zien we nog, als we meer internationaal gaan kijken, de TCFD, Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, opnieuw transparantie rond klimaataspecten die eigenlijk wereldwijd wordt ondersteund. Begonnen als een vrijwillig initiatief van bedrijven, opgericht door Mark Carney en Michael Bloomberg, maar ondertussen reeds in verschillende wetgevingen geïntegreerd. Onder andere in de CSRD, een andere EU-richtlijn die wil transparantie creëren rond klimaat, maar ook rond biodiversiteit, rond circulaire economie, rond vervuiling. Misschien een laatste die ik nog wil vermelden daar, helemaal linksbovenaan, NGFS, de Network for Greening the Financial System, is eigenlijk een netwerk van centrale banken en supervisors, dus instanties die supervisie op het financiële systeem uitoefenen. Wij zijn daar ook een deel van, wij maken daar ook deel van uit. En dat is ook een organisatie die gaat kijken naar hoe kunnen we klimaataspecten gaan integreren, hoe kunnen we die risk modeling doen rond klimaat en in stijgende lijn ook rond andere aspecten zoals biodiversiteit. Ja, dat is een gigantische lettersoep. Om dan een beetje naar concrete zaken te vertalen. Ik heb hier een tabel gepakt, ergens van een rapport. Maak u geen zorgen, we gaan die niet in detail bekijken. Maar het belangrijke voor mij is dat enorm veel initiatieven, enorm veel wetgeving bestaat, maar die gaat vooral als effect hebben dat er gewoon veel meer data, veel meer info beschikbaar is, veel meer transparantie is. Maar ik ken geen enkele richtlijn in Europa die verplicht aan een bank of een verzekeraar om bepaalde uitstoot niet meer te financieren. Alles, dus echt te verplichten van minder uitstoot financieren is het niet meer. Maar transparantie bieden over wat je wel of niet doet, dat zit er enorm veel in. En je krijgt enorm veel data en dat maakt mij gelukkig. Ik ben echt een analist, ik kijk de hele dag naar data, dus voor mij is het gewoon prachtig. En daar zitten pareltjes in. Dit is, heb ik bijvoorbeeld gehad uit het Sustainability, het duurzaamheidsrapport van KBC, toch een grote bank die je allemaal goed kent waarschijnlijk. En die hebben daar een hele hoop beloftes in verstopt. En bijvoorbeeld hier, op deze tabel, staat er per sector wat ze nu financieren van uitstoot. Hè. Bijvoorbeeld de bovenste gaat over de energiesector en dat komt erop neer eigenlijk. Per euro die ze gegeven hebben aan de energiesector, hebben ze eigenlijk op die manier zoveel uitstoot gefinancierd. Ze hebben daar een begingetal gezet in de tabel en dan helemaal op het einde zeggen ze, ja, we hebben een doelstelling voor 2030. Dus ze zeggen eigenlijk, als je helemaal mee kunt gaan, helemaal de bovenste tabel, de voorlaatste kolom, staat er ergens -34%. Dus zij zeggen ergens in het rapport, ja, die energiesector die wij financieren voor zoveel miljard euro, we gaan dat blijven doen, maar wij willen dat wij onze leningen zodanig kiezen, of wij plannen onze leningen zodanig te kiezen, dat die energiesector waar wij aan geleend hebben, niet de hele sector, maar waar wij aan geleend hebben, in 2030 34% minder uitstoot. En per sector, tap, hebben ze allemaal van die beloftes of doelstellingen gezet. Dus dat wij weten dat in die banken zitten er mensen mee klaar die per sector een plan maken en actief aan het nadenken zijn van hoe gaan we daar geraken, hoe gaan we onze keuzes maken om de juiste bedrijven wel en de foute bedrijven niet te investeren. En dat is weer, dit ziet er mooi uit, dit is een duurzaamheidsrapport, maar en niet vergeten, dat komt allemaal vanuit ook die incentive van wij willen geen risico's lopen, wij willen geen onnodige risico's lopen. Dus dat maakt mij gelukkig dat dat er allemaal is. Ik had hier zelf, als we het hier aan het voorbereiden waren, Jonas had dus die slide gebruikt. Ik zit zelf in het investeringsteam, dus ik zie geregeld duurzaamheidsrapporten. En zo altijd een klein beetje een kritische blik wel welkom. Op het eerste zicht denk ik chapeau, de granulariteit. Vind je vaak niet terug. Maar een van de punten waar we over spraken was net die -34%. De energiesector valt onder het EU Emission Trading System, waarbij er al vooropgesteld is dat eigenlijk de uitstoot met -62% naar beneden zal moeten tegen 2030 door de laatste Fit for 55 package. Dus een beetje de vraag, uiteraard,
velt dat geen oordeel hier over het specifieke getal hier, want die portefeuille of de leningen die zij hebben kan op een heel andere manier zijn samengesteld. Of ze kunnen al van een zeer goed punt vertrekken, waardoor dat de relatieve reductie uiteraard kleiner is. Maar het geeft misschien al aan dat zo'n rapporten, het is maar het begin. De data zal er steeds meer zijn. Dan is een beetje de vraag, hoe gaan we die data gaan gebruiken? Hoe zetten we die af tegen de regelgeving die er is? De targets die er al zijn op nationaal en internationaal niveau? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van competitors? Maar het was een puntje dat we bespraken tijdens de voorbereiding. Ja. Dat ging daarnet dus over al die regelgeving en de impact van de regelgeving. Maar zoals beloofd, we zijn al naar het einde van het verhaal aan het einde. We gingen nog iets dieper op kijken naar die groene obligaties, omdat dat toch een interessant onderwerp is en blijft. Onderzoek gedaan door een paar collega's van ons naar die groene obligaties in België en onze buurlanden. Dan kun je eigenlijk op die grafiek zien hoe dat de uitgifte van die groene obligaties, hoe dat er vooral geëvolueerd is in de loop van de tijd. Hier zitten in overheden en bedrijven, dus iedereen doet daar aan mee. In deze grafiek zitten grote instellingen, zoals supranationale instellingen, zoals de European Investment Bank, zitten er niet in, dus dat is niet het volledige plaatje. En je kunt zien dat er een enorme snelle groei is geweest. En dus het bestaat nog maar van pakweg 2012, dan was het peanuts, en ondertussen is er cumulatief al voor enkel door ons en onze buurlanden meer dan 500 miljard euro aan geld opgehaald dat mooi afgeringd is, enkel in die groene projecten mag gestoken worden. Dus het is een ontzettend groot bedrag dat in groene projecten moet. Klinkt tof, klinkt goed, stelt ons een beetje gerust, zou je zeggen, voor de transitie. Als we daar een beetje dieper naar kijken, dan zien we eigenlijk dat Duitsland begonnen is. Als je zo de kleurtjes vergelijkt, als je dus Duitsland pakt, dat is oranje, en Frankrijk neemt, dat is de grijze, dat die opgeteld ongeveer even groot zijn. En als je dan kijkt naar wat heeft België bijgedragen, dus Belgische staat en Belgische bedrijven, dan zijn wij een heel klein stukje met onze 3% van enkel die club. Dus België doet wel mee, maar we zijn eigenlijk niet echt een speler op de groene obligaties. Die zwarte lijn, die stelt ook nog iets voor, dat is totaal van die groene obligaties ten opzichte van al het schuldpapier, dus de grijze obligaties. Je ziet dat we rond de 1% schommelen op dit ogenblik. Dus er komen voor 500 miljard euro aan groene obligaties uit op een periode van 10 jaar. Maar dat is maar 1% van alle schuld. Dus je weet, er is maar een klein stuk eigenlijk zeker voorzien voor die transitie. NBB zijn we dan niet gelukkig mee. We willen nog meer weten over dat mysterie van die groene obligaties. Dus als je naar de volgende slide gaat, dan hebben we nog verder gekeken. En in België hebben we ons afgevraagd, ja, die mensen geven allemaal groene obligaties uit. Dat betekent dat er ook een koper is voor die markt. Wie koopt die groene obligaties nu? Dat staat een beetje afgebeeld in deze figuur. En om de figuur een beetje te vertalen naar wat concreet is, eigenlijk komt erop neer, de financiële sector zelf is degene die voor het grootste deel van die obligaties opkoopt. Dus de MFI's en de banken. De OFC zijn de andere financiële instellingen. Dus dat kunnen asset managers zijn bijvoorbeeld. Dus die aandelenfondsen voor u in beheer hebben bijvoorbeeld. En als laatste en de belangrijkste zijn de pensioenfondsen en de verzekeraars. Dat zijn blijkbaar de partijen die de grootste groep van die groene obligaties koopt. Dat is ook niet zo verrassend. Dat is een grote sector en die koopt veel vastrentend papier. Dus die gaan dat ook opkopen. Maar die zijn verhoudingsgewijs ook degenen die het meest geïnteresseerd zijn in die risico's. Verzekeraars en pensioenfondsen denken over een horizon die ontzettend langer is, 2040, 2050. Want ze hebben pensioenverplichtingen die verder gaan dan dat. Dus wat hen betreft, die al de risico's die en goed kunnen passeren bij ons. Zij zijn daar toch wel bezorgd over. Daarom dat zij ook de grootste interesse tonen om die dingen te kopen. Nu, wat speciaal is aan België, vergeleken met onze buurlanden, is dat het stuk aan groene obligaties door particulieren, dat er eigenlijk vrij groot is. Allee, we kopen niet zoveel als banken natuurlijk, maar er is vanuit de particuliere wereld best al een hoop groene obligaties opgekocht. Vergeleken met andere landen. Dat is bijzonder. Dat is een beetje
einde van het verhaal, denk ik, en er is nog een stukje van Michiel. Ja, inderdaad, ja, die particulieren, we hebben dat hier bevestigd gezien in de gigantisch grote steekproef die we hier gedaan hebben hiernet. Jullie kopen inderdaad financiële producten en het wordt dan nog eens door de NBB-studie bevestigd. Een laatste vraag. We hebben nu gezien dat er inderdaad de financiële sector zou moeten geïnteresseerd zijn in de transitie omwille van risico's en opportuniteiten. Ze kunnen op verschillende manieren actief deelnemen aan die transitie. En de eerste resultaten zijn er al zichtbaar van. Bijvoorbeeld de exponentiële groei van groene obligaties is er één van. Nu, zijn deze inspanningen voldoende volgens jullie? Het begint met nauwelijks een druppel in de oceaan. Toch iemand die het iets positiever ziet? Ja, ergens middenin. Ik zie nog geen geslaagd met glans. Ja, iemand die toch nog wat positiever is. Zo, ja, 2,1 gemiddelde score. In termen van examens vrees ik net gebuist. Maar goed, het kon slechter inderdaad. Oké, we schuiven het toch zachtjes aan op. Ja, er is inderdaad al veel gebeurd. Ik denk dat we hier gaan afronden. Ja. Maar het is inderdaad onvoldoende. We zien een sterke groei. Er zijn veel opportuniteiten die geïdentificeerd worden. Sustainable finance is aan het groeien. Of dat we nu spreken over groene obligaties of over aandelen. Aandelenfondsen die voldoen aan bepaalde regels. Of we spreken over blended finance of bepaalde andere producten. We zien dat daar een sterke groei is. Maar wanneer we gaan kijken naar wat nodig is, grijp ik graag nog eens terug naar het rapport van de International Energy Agency dat vorige week of twee weken geleden gepubliceerd is. Links, 2022, staat de huidige Annual Clean Energy Investment globally. Dus er is 1,6 trillion, dat is 1,6 biljoen, dus 1600 miljard, is er geïnvesteerd in clean energy, hernieuwbare energie, energieefficiëntie. Dat is uiteraard een hele hoop geld. Maar tegen 2030 zouden we jaarlijks 4,5 biljoen moeten investeren om op een net zero traject te zitten richting 2050. Dus eigenlijk is daar nog een gap van 2,9 trillion, dus 2,9 biljoen, 2900 miljard, dat zou opgevuld moeten worden. Dus ik zou zeggen, ja, er zijn zeker positieve signalen. De financiële sector heeft er zeker baat bij om mee die transitie te ondersteunen. In eerste instantie voor het eigen financieel gewin en in tweede instantie voor de bredere maatschappelijke relevantie. En daar, om dat volledig te kunnen doen en een net zero traject mogelijk te maken, zal er toch nog een klein tandje bij moeten gezet worden over de komende jaren tegen 2030 om die kloof te kunnen dichten. Zo, dat was het langs onze kant. Mag ik dan nog een kanttekening hier? Ja. Ik doe me denken aan een van de eerste polls die je nu moest beantwoorden van de volgorde van wie het belangrijkste is en dat jullie als groep over bedrijven net het hoogst hebben geplaatst. Nu, als we naar dat getal kijken, op basis van onze ervaringen, merken we dat in de financiële markten, als er iemand afkomt met een groene obligatie, dan zijn er altijd veel meer partijen die willen die kopen dan dat het aanbod groot is. Dus op dit ogenblik is de vraag naar de financiering voor duurzame projecten is aanwezig. Er is geld, maar er zijn niet genoeg projecten. Dus in die rangschikking van wat is er essentieel of wie moet er nog meer moeite doen, dan zou ik op basis van die ervaring overheden van boven zeggen. Omdat die het mogelijk moeten maken, en dat is ons uitzend nodig, mogelijk maken dat voor industrie om meer duurzame projecten te initiëren, maar ook de stabiliteit in een regelgevend kader genereren zodanig dat die projecten kunnen gezet worden. En dat zien we op dit ogenblik is vaak de bottleneck, dat er niet genoeg duurzame projecten uiteindelijk via financiering naar de markt komen om vragen om geld. De vraag is, het geld is er wel, maar de projecten om te investeren is de zoektocht eigenlijk. Goed, wou ik nog even spreken. Ja. Bedankt Michiel en Jonas. We zijn aan het einde gekomen van het programma. Ik wil nog even meegeven dat wij jullie dus een e-mail zullen sturen, zoals de directeur deze middag heeft verteld, met de presentaties, ook de opnames. Wij voegen ook een link toe. Dat is voor ons heel belangrijk om jullie mening te weten. Dus we hebben dit thema gekozen omdat wij gepraat hebben met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, dat dit thema in het verlengde ligt ook van het leerplan. Maar wij willen graag de feedback van iedereen, van jullie natuurlijk, daarover, ook voor volgend jaar. Hebt u ideeën waarover wij
volgend jaar een seminarie kunnen organiseren, dan horen wij dat graag. En ook wat betreft het format, hè. Sommige leerkrachten zeggen mij, goh, woensdagnamiddag is toch wel moeilijk, liever een andere dag. Moeten we het nog fysiek doen of niet? Vindt u het waardevol dat u hier live vragen kan stellen of niet? Moeten we het gewoon misschien digitaal volledig doen? Ook daar krijg ik graag feedback over. Die informatie over het seminarie die verzamelen wij op de website. We zullen jullie die link bezorgen. Ik wil ook even stilstaan bij onze blog. Dat hebben wij een jaar geleden, denk ik, opgestart. Gisteren bijvoorbeeld nog een artikel over de staatsbon en het effect daarvan op de deposito's. Zeker een aanrader om eens te bekijken. De meeste publicaties die we doen, die gaan we ook via Twitter en via LinkedIn in de verf zetten. Dus ook daar een warme oproep om ons te volgen. Wij doen dit seminar 1 keer per jaar. Maar op de volgende slide, als iemand die kan, voilà. Zien jullie ook dat wij heel veel andere events doen, waar vaak gratis events, waar jullie natuurlijk ook allemaal op zijn uitgenodigd. Wij doen dat hier in Brussel, maar ook in alle provincies, overal in België zijn wij actief. Ofwel via een nationale bankconferentie, ofwel via onze partners met het Financieel Forum. Dus een warme oproep om ook eventjes naar de website te kijken en jullie eventueel aan te loggen of in te schrijven op onze nieuwsbrief daar. En het zijn vooral economische onderwerpen, maar we gaan heel breed. Op dit moment is digitale euro bijvoorbeeld een heel hot topic, maar ook artificiële intelligentie komt vaak aan bod. Voilà, er is mij nog u te bedanken voor jullie aanwezigheid en graag tot volgend jaar.